Ze moeten vloeien Maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier. Clem is jouw support. Luister naar over spreken gesproken, zodat jij wordt scoort. Rick, welkom in de podcast. Ja, leuk om hier te zijn, dank je. Ja, leuk om bij jou te zijn hier in de change. Hoe moet ik goed zeggen, behavior change group. Ja, ja, dat klopt. Jij bent bij ons op kantoor in Nijmegen. Ja. Uh, vrijdag uh, is bij ons een uh, thuiswerkdag, zoals je kan zien. Ja, ja het is uh, vrij uitgestorven met een paar. Uh, ja, nee, studenten nog, uh, na. Uh, nee, we hebben zo tussen de 60 en 70 mensen bij ons werken. Uh, veel, we zijn heel flexibel met hybride werken. Dus uh, uh, ja, mensen komen gewoon als het nodig is. En over het algemeen zitten hier 20 tot 30 mensen. So. Op, op een dag zitten hier. En de rest zit bij opdrachtgevers of, uh, of thuis. En op vrijdag. Ja, kun je hier een bom laten afgaan, wat ik niet adviseer? Nee. Uh, en we hebben wel talents, uh, op, opleidingen hier, maar die, das, die gaan ons niet storen. Die, gaan, uh, die zitten of in een ander gebouw, we zitten ook nog in een ander gebouw, of, uh, of die gaan in een andere ander. Uh, 20, 30 man, wat, 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 wie zijn dat en wat gebeurt hier dan uh, dag, dagelijks? Ja, wij, wij ja, laat ik zeggen, tussen de 60 en de 70 mensen hebben we, waarvan natuurlijk een aantal ondersteunend, uh, financieel en uh, back office. Maar we hebben zo'n 50 uh, gedragsspecialisten... Die uh, lopen rond en die uh, zijn betrokken bij uh, een van de drie takken die we hebben. We detacheren gedragswetenschappers aan uh, bedrijvenorganisaties die dat nodig hebben. We leiden heel veel op. Jij, uh, in je intro had je het over de postacademische opleiding. We doen meer opleidingen, workshops, lezingen. Dat doen die mensen dus, onze mensen. Ja. En wij doen heel veel projecten. En gewoon, uh, we voeren projecten uit voor, voor klanten. En dat, uh, ja, dat doen die mensen, zeg maar, wow. uh, de hele dag. Nou, daar gaan we natuurlijk uitvoerig verder over hebben later in het gesprek. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Als we, als we eigenlijk teruggaan in de tijd. En, en kijken naar ja, de jonge Rick die uh, ooit voor psychologie koos. En, uh, als we eigenlijk, hè, dus de, de, jij zegt zelf, volgens mij vaak ook, de, de lijnen worden gemakkelijker te trekken als je terugkijkt. Ja, ja. Dus als we al terugkijken en kijken, waar, waar begon die fascinatie bij jou? Voor waarom we doen wat we doen in de menselijke psyche? Ja, ik denk dat die, die had ik wel als kind wel. Ik, ik vond het op een of andere manier zo'n vervelend kind... dat vol met advies zat altijd. Dus, advies? Uh, ja, naar vrienden of zo, als er dan iets was. Uh, dat is nog steeds wel Wat jij zou moeten doen is... Ja, of dat, ja, maar dan verdiep ik me erin en dan probeer ik te helpen. Uh, zeg maar in die rol, dus dat zat er wel, wel vaak in. Dus dan, ja, dan hou je ook altijd rekening eigenlijk mee... met wat denkt iemand nu en wat kan ik zeggen... zodat diegene iets doet wat beter voor hem of haar is. Dat is ja. eigenlijk... Dat herken ik heel erg. Dus dat heel erg probeer, dat is helemaal niet per se empathisch. Maar meer. Oké, okay, die denkt nu dit. Wat is er nodig om de gedachten te veranderen? Dus dat heb ik van heel jongs af aan al gehad. Ja, dus het kwam elders vanuit jou. Maar je was gewoon nieuwsgierig. Wat kan ik doen om te beïnvloeden? Aan ja, ja kan met, met een goede intentie. Gelukkig. Ja. Ik heb een goede <laughs> vriend die dan. die, die, die uh, dreigt dan voor school te worden gestuurd. omdat hij weer blijft zitten. Hoe kan, wat, wat zou ik kunnen doen dat hij nou eens een keer. wel even leert of zo? Ja, zeg maar. Dat. Um, maar ik wilde de economie in. Oké. Okay. Um, alleen ik wilde ook weg uit Nederland. Ik ben in, uh, in Amerika gaan studeren. Um, en daar ging ik bij toeval. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel vrij. Daar heb je niet, uh, heb je, zeker in het eerste jaar heb je, kun je heel breed vakken kiezen. En toen ben ik een aantal vakken tegengekomen waar psychologie in zat. Eén is een hele rare: dat heette Psychology of the Serial Killer. Okay. Een compleet onnodig vak, alsof we ooit serial killers gaan opsporen. Maar het was een fantastisch vak. Hele gave docent, die heette Cel Costa. Okay. En ik kreeg ja, al die, die dingen. Maar het, het, het idee was um, om je te verplaatsen in de geest van de serie morena, Om te weten, uh, om, om te kunnen zien aan plaats of, of de methode van wat voor iemand is dat? Zodat je het profileren beter kon doen. Ja. Yeah. En ja. dat, dat deed ik gewoon, ja, ik zag het staan in het curriculum, ik denk, daar moet ik heen. <laughs> nieuwsgierigheid. Ja, ja, dus dat deed ik en toen, uh, toen, toen was ik daar aan het studeren en toen wou ik daar nog blijven, gewoon de hele studie afmaken. Alleen ik moest in dienstplicht. Uh, dus ik moest terug naar Nederland uh, om, om hier te studeren, om niet in dienst te gaan. Dat is heel... Ga ik niet over uitleggen. Nee, was nee laten we dat niet doen. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik belde mijn moeder vanuit Amerika, ik zei, ja, nou, ik moet terug naar Nederland. Wat zal ik studeren? En toen zei zij, doe maar psychologie. En toen dacht ik, prima. <laughs> ik dacht, in plaats van economie, ik dacht nou prima. Want zij had ook, denk ik, door dat het dat, ja, dat, dat beter bij me past. En toen ben ik maar gewoon in Nijmegen, waar ik heen ging, ben ik psychologie gaan doen. Omdat mijn moeder dat een goed idee ja. leek. En ik dacht, ja, die, dat is die even aan het punt. Zo ben ik erin gerold. En, zo, en toen ben je maar blijven plakken. <laughs> ja, toen begon ik het. Eh, ja, Echt ik dacht, het leuk ik, te ja, toen zag ik allerlei uh, kansen daar. Oké, ja. oké. Okay, okay. Interessant. En ja. kun je, kun je, <laughs> ik vind het leuk, hè? Dus we horen hier al. Uh, dit was geen vooropgezet plan. Nee. Het nee, nee. was een, een mooie samenloop van omstandigheden. Ja. Um, maar ik ben er wel benieuwd. Je zit dan daar in de psycholoog. Eh, je doet de opleiding. Eh, je, 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 uiteindelijk heb je je doorontwikkeld tot, uh, tot hoogleraar. op dezelfde universiteit. Ja. Wat, wat, wat fascineerde jou tijdens de psychologieopleiding? Dat je echt dacht van. nou, eh, Dus ja, innerlijke een vlammetje ging, uh, ging branden. Dus je dacht: dit vind ik echt waanzinnig fascinerend. Um, ja. Nog een moment die je. Ja, dus, uh, ik, ik heb flarden. Um, en dat is. In deze podcast gezien, wel interessant. De, wat ik me het meest herinner zijn. flarden van colleges. dat iemand ergens staat te praten met passie. Mm. Zeg maar als je dat tegenkomt, dan. ik weet niet, dat, daar ben ik echt een zakker voor. Als iemand met passie staat te praten. we hadden een, een, een docent voor uh, psychopathologie. dus, hè, dus eigenlijk de, de typische afwijkingen in de psychologie. Yeah. Die, die legde ja, en die had eigenlijk geen PowerPoint slides. die stond gewoon in de volle collegezaal. Tegen onderaan daar daarin. Heb zo je zo'n kuil, zeg maar, waar dan drie, vier, vijfhonderd man zitten. En uh, die stond er gewoon relaxed tegen zijn tafeltje te leunen en die vertelde verhalen. En ik denk, oh ja, dat, dat was, dat was uh, spul waarvan ik, daar ging ik op aan. Oh ja. En ik vind, het, uh, ik vind het heel fijn om dingen op te lossen, omdat ik dan rust in mijn hoofd heb. Dus als er. Uh, er zijn allerlei psychologische theorieën en hypotheses. En ik wil gewoon weten hoe het zit, ja. want dan kan ik verder met mijn leven. Ja. Dus het is. Ja, dat is niet per se een positieve stimulans, maar meer als er, als er uh, allemaal schoenen door elkaar staan. Ben ik degene die die schoenen op een rij zet. Want ik, dan kan iedereen door met zijn leven. Ja. Dus dat is voor mij zeg maar. Ik heb irritatie. Moet bij jou ook de volume op even getallen staan? Of uh, dat soort zaken? Nou, Daar nee, heb ik zelf heel veel last van. Namelijk. Nou, zolang het maar geen primgetal is. Vind ik best. Primgetal, heb ik echt een gru gruwelijke hekel aan. Ja. Maar dat komt omdat ik heel veel les geef... en groepjes moet indelen. Oh. En dan zeg ik, hé, jullie twee of jullie drie gaan uh, samen een opdracht doen. Maar bij een primgetal kun je niet delen. Dus nee. <laughs> dan, dan moet ik denken: hé, dit, 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 dit klopt niet. Nee, maar ik hou, ik hou daarvan om. Uh, om, om die onrust, of die, die entropie eigenlijk, het ja. ontbreken van structuur, ja. om dat uh, goed te krijgen. Dat is, dat is echt een, een hele intense drijfveer voor mij. Dat vind ik heel fijn als dat lukt. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar dan, dat daar dan een klik zit met gedragsverandering. Als je het bekijkt als een soort puzzel, een soort jigsaw puzzel. waarvan je denkt van nou, op het moment dat we, dat we de puzzel echt hebben gelegd, die analyse goed hebben gedaan. Ja, dan wordt het misschien voorspelbaarder dan, ja. dan het totale vraagteken... die misschien een leider of een beïnvloeder heeft in het begin. Ja, ja precies. En dat, dat is ook zo. Want als ik kijk naar wat mij motiveert... voor mijn medewerkers zou het deels anders zijn. Maar ik ben niet gemotiveerd om hetzelfde nog een keer te doen. Zeg maar, ik, ik word gemotiveerd door die vraag die dan komt... waarvan ik denk, oh ja, ja dit weet ik eigenlijk niet helemaal. Zeg maar. dat, dat vind ik interessant. Uh, gewoon de volgende puzzel pakken dus de, 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 Ik merk ook in de afgelopen nou, 15, 16 jaar dat ik dit bedrijf heb... dat, dat ik ook steeds uh, trek naar de complexere vragen. Ja. Ja, want daar, daar, zit, daar kan ik opruimen, zeg maar. Ja. Ik wil gewoon opruimen. Ik ben zo'n soort, soort, soort uh, elitaire interieurverzorger. <laughs> ik, ik wil mentaal opruimen. Dat, dat is wat ik wil. Dus dan moet je steeds... Ja, dan ga je steeds de grotere bendes in, zeg maar. Ja. Ja. Want is er als je zo... Als we zo in, met een soort... Telescoop door allerlei organisaties kijken. Wat, wat voor rommel zie jij dan? Dus als we die rommel specificeren? Nou ja, eerst in het begin hadden we redelijk um, ja, situationele veranderingen, kleine veranderingen. Dus hoe zorg je dat mensen recyclen? Hoe zorg je dat mensen de trein pakken in plaats van de auto? Dat soort dingen. Dat is een eenmalig gedragsverandering in essentie of, of, of unidimensioneel. Ja, dat is troep als dat niet gebeurt. Zeg maar yeah. het feit dat Mensen in de file blijven staan, is, is dan troep die opgeruimd moet worden. Dat is prima. Maar ja, dat, dat doe je op allerlei domeinen. en Dat zijn simpele gedragingen. Maar wat ik nu zie... Ja, ik, word heel, ik ben heel erg geïnteresseerd door de complexiteit van organisaties. Uh, cultuurveranderingen. Grotere veranderingen die zo notoire mislukken. Zeg maar. Wat we met z'n allen willen. We willen met z'n allen agile, wendbaar, proactief. Persoonlijk leiderschap. Weet ik veel wat. Uh, activiteit gerelateerd werken. Uh, lef hebben, al die dingen willen we en daar zijn we gewoon best slecht in. Ja. En dat, dat doen we niet op de goede manier. En dat vind ik, ja, dat fascineert me. En dan, dat, ja, dat grijpt me al jaren aan, of grijpt me aan, maar dat, dat fascineert me al jaren. Ja. En dan wil ik dan uh, helpen oplossen. En dat doe je dan door de juiste kennis, de juiste methode. Ik moet methodieken ontwikkelen, ik moet, ik moet het modelleren, zeg maar, ja. samen met mensen hier. Gewoon echt maar over nadenken. Wat is, nou, wat is dit nou eigenlijk? In kaart brengen. Wat speelt hier allemaal? Wat zijn de juiste stappen die je moet nemen? Om er grip op te krijgen. Ja, dat vind ik, dat vind ik mooi. Dat fascineert me. Nou, ja, dat, dat vind ik zelf ook waanzinnig interessant. En dat maakt ook dat ik super enthousiast ben. Dat je nu in de podcast bent. Daar waar we ja, het heel, over heel veel dingen hebben gehad. Maar echt gedragsverandering. Nou, haast wetens, ja, letterlijk wetenschappelijk nu onder de loep nemen. Ja, ik denk dat dat voor ja, iedere beïnvloeder. Of je nou een ouder bent of een leider of een spreker op een podium, dat dat extreem belangrijk is om, daar, om dat een beetje te weten, hoe dat werkt. Ja, ja, ja een beetje. Ja. Ja, 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 ja heel veel mensen zullen heel veel op intuïtie doen. Ja. Um, en af en toe krijg je wat tips. Dan denk ik, oh, dat werkt voor mij. Maar ja voor mij is het natuurlijk wel een different ballgame. Hè? Ik, ik, ik krijg. Uh, gewoon opdrachten van ja. partijen. van hey dit werkt niet. Kom het chef. Dus ik, ik heb ook meer tijd die ik kan besteden. Ik heb meer mensen. Dus het is bij ons een hele gestructureerde aanpak. En dat, zeg maar, dat uh, ja, kun je, denk ik, als individu of ouder. of uh, als spreker wat minder. Dus dat is echt gewoon in de niche waar ik in zit. Maar je hebt wel een bepaalde mindset. die handig is als je uh, gedrag verandert. Ja. Mooi. Nou, we horen hier al een bruggetje. Uh, ik, 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 ik parkeer hem even en ik hou hem vast. En uh, ik ben ook wel benieuwd. Jij spreekt zelf ook. Ik, ik hoor jou in interviews zeggen ik, ik vind spreken leuker dan schrijven. Dat maakt dat er relatief weinig boeken uh, uit zijn gebracht uh, op jouw naam. Maar ik ben dus benieuwd. Als jij dus, uh, misschien als eerste, wat vind jij leuk aan de vorm spreken? Want dat, uh, veel luisteraars zijn sprekers. Uh, misschien laten we daar beginnen. Dan doe ik daarna de, de follow-up ja. uh, vraag. Ja, ik spreek uh, twee, drie keer per week of zo. Uh, ja, dat is behoorlijk. Uh, ja, behoorlijk. En dat varieert. Ik heb natuurlijk de lezingen. Dat zijn, uh, laten we zeggen, half uurtje, uurtje uh, 180, 100, 200, 300 man, dat soort dingen. Gewoon dat, hè, een beetje middensegment spreken, ja. zeg maar. Dus inspiratie wordt dan gevraagd. En een een, een redelijk, redelijk standaard inspiratieverhaal over gedragsverandering. Ja. Dat is wel gaaf. Dat zie ik echt als een soort. Voetbalwedstrijd. Je, je, je hebt de, ja, dan maar één helft. Je hebt er drie kwartier. Ja, ja, precies. Ja, precies. En je hebt drie kwartier en je moet gewoon knallen. Ja. Je weet van er zitten, er zitten 80, 100, 200 man. En ik wil dat die weggaan en denken: fuck, dat, sorry. Ja, nee, nee, mag, fuck, mag. Dat, ja, fuck, dat was mag, gewoon mag, gaaf, ja. zeg maar. Deze, ja. deze, deze gast stond daar met passie. Dat is wat, okay. wat ik het liefst wil dat ze weten. Uh, wat ik het meest doe zijn uh, lesdagen. Dus in, in de postacademische opleiding of waar dan ook. Uh, dat, hè, daar is het bijvoorbeeld een negendaagse opleiding en uh, daar geef ik best veel dagen in. En dan zit ik dan voor tien tot half vijf met een groep. En die, die neem ik mee in theorie en methode van gedrag. En daar dus heb je 20, 25 man en die hebben allemaal vragen zijn enthousiast. Die hebben best wel geïnvesteerd in zijn opleiding. Ja, En daar ligt, ligt voor mij ook heel veel eer van. Ik, ik wil gewoon dat zij beter worden. Yeah. Ik wil dat zij het voelen dat ze denken: oh gaaf, ik ben met die schaams bezig. En dat ze ook een soort efficacy hebben van ah, ja, ik kan dit. Dus een andere manier dan op dat podium staan, een drie kwartier lang en, en knallen. En dan gaat het alleen om jou eigenlijk. Uh, dit, ik, ik vind die 20, 25 man het fijnst. Dus ik hou van kleinere groepen, wat langer, zodat je echt mee kan nemen, echt kan raken. Uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk de, vooral de vormen die ik doe. Ja. Zeg maar. ja, en ik kan me ook voorstellen dat die groep van 20, dan heb je dus ook meer invloed kom voorstellen, ja. motiveren, activeren, een beetje inspireren... dat kan tijdens zo'n lezing, maar je hebt wat dat betreft... geen zicht op wat er dan daarna mee wordt gedaan. Nee. Of ze ermee naar de slag gaan of denken, nou, leuk Rick, dankjewel. <laughs> en ja. door. Ja, precies. Maar het is natuurlijk wel, het heeft wel... de, de spanning is natuurlijk veel meer bij ja. zo'n lezing. Ja. Hè? Dat, 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 dat zou je, de mensen die luisteren, herkennen. Dat, dat, bouw, dat bouwt op en je wil knallen en je geeft alles en je ja. bent intenser... En, dat heeft natuurlijk ook wel iets moois, want daarna ontspant dat. En dan denk je, oh ja, heb je toch wel lekker gedaan. Ja, ja. <laughs> dat is ook, ik hoor ja, inderdaad, het inderdaad, een beetje ja, haast. Uh, wat niet fout is, een, een soort egocentrische soort van... Je hebt lekker sport bijvoorbeeld ook, die ja. ontlading die je na sporten kunt hebben. Uh, dat kan ja. je ook wel een beetje met, met spreken. Uh, de voetbalanalogie, lekker knallen, kwartier. Ja. Daarna heb je ook de ontlading. Ja, iemand huurt je in, die betaalt je geld. Van, uh, jij gaat mij mensen inspireren. Ja, dan ga je dat doen. Ja, ja daar dat dat, dat, dat ligt druk op. Dat, ja. Uh, ja en, uh, dat probeer je zo, zo goed mogelijk te doen. Dus daar zit spanning op, druk op. Uh, je, je probeert, uh, ja, je hebt je inhoud. Je probeert ook je, uh, veel aan die vorm te doen. Hoe zorg, ik, hoe zorg ik, dat ik dat ik iets neerzet wat authentiek is en aankomt? En hoe doe je dat? Ja, dat is een goede, dat, ja, ik, ik geef uh, nu een jaartje of 25 lezingen of zo. Mm. Nou, zo onbewuste, of, ja, onbewust onbewuste bekwaam. Uh, nou, ik denk dat ik, dat ik wel... Dat, wat ik wel bereikt heb, is dat ik lezingen geef op de manier die bij me passen. Uh, dat ik ook heel goed weet waar mijn beperkingen liggen, zeg maar. Ik ben niet de, de echte opzweper. Niet de hele inspirerende uh, spreker. Het is meer dat je bij mij, denk ik, ziet dat ik er verstand van heb. Mm. Dat, dat is het, dat mensen me vertrouwen, die denken: oké, okay, okay, deze snapt wel hoe het zit. Zeg maar. ja. En dat het dan, ik probeer er humor in te brengen, dat, dat uh, probeer ik vrij veel te doen. En dat kost meestal 10 tot 15 minuten voordat de mensen doorhadden dat er überhaupt humor in zat. <laughs> en dat die vrij droog ja. en onderkoeld is. En, het, en in het begin, de eerste twee, drie opmerkingen vallen altijd gewoon dood en stil. Maar op een gegeven moment snappen ze het, als ze me vertrouwen, dan denken ze: hé, hey, dat is humor. Maar het begin, daar, daar ben ik nu aan gewend. Ik, ik gooi er af en toe wat doorheen en dan is het stil, stil. En dan denk ik, prima, wacht maar, over een kwartiertje vind je het leuk. <laughs> <Wat> <laughs> mooi. Dus ja. Dat is mooi. Dus dat vertrouwen is ook wederkerig. Dus zij gaan jou vertrouwen als autoriteit. Maar je hebt ook gewoon het zelfvertrouwen. Hey, het is niet erg dat die eerste twee even afketsen. Nee. Dat ze een beetje denken, huh, dit, meent hij dit nou of niet? Uh, en dat ze dan een kwartier later snappen... oh jee, je zit in een vorm ja. van cynisme of sarcasme of... Precies. Uh, of iets anders in wat een beetje droog is. Ja, maar dat is gewoon ervaring. Ja. Ja, maar dat, dat, nee, ja. Ik weet dat het zo gaat. En ik, ik, uh, ik heb ook gemerkt dat op het moment dat ik uh, iets anders probeer te doen, dus ik probeer uh, spreektips, uh, ik, ik heb heel veel gelezen over spreken, en ik ga dat doen, dan verlies ik mijn authenticiteit mm. en dan raak ik heel gespannen. Yeah. Want dan weet ik dat ik eigenlijk aan het performen ben. Het is heel grappig. Jij zei, wij hadden je voor even een gesprekje waarin jij uitlegde dat uh, voor jou uh, het spelen van rollen eigenlijk makkelijker is dan uh, puur inhoudelijk spreken. Yeah. En ik heb het precies het tegenovergesteld. Yeah, yeah, yeah. Maar als ik weet van nou, ik moet nu een script vertellen, dan raak ik gespannen. Yeah. Van ik moet nu een show neerzetten. Ja, dat is moeilijk. Maar als ik weet van ik kan gewoon zijn wie ik ben, en ik ja, een soort halve nerd die dat gewoon. Die, ik vind dit interessant en dat deel ik met je. Ja, dan ben ik veel comfortabeler. Ja, dat is grappig. Dus hè? ik kan niet, zeg maar, ik kan feitelijk niet al die spreektips die mijn uh, spreker beter zouden maken, die kan ik niet zo goed inzetten, omdat ik ze niet authentiek voel. Ja, ja en dat is wel interessant. Als dus we het dus hebben over gedragsverandering, dan vind ik dat wel meteen interessant. Dat als, als je bij een organisatie komt en er wordt ander gedrag uh, gevraagd. Uh, uh, en dan moet ik meteen bijvoorbeeld aan het jeukwoord denken, aanspreekcultuur. Ja. Nou, dan mag je dadelijk even lekker tegenaan schoppen als je wilt. Maar laten we, laten we zeggen, hè, we, we, we geven feedback aan elkaar en we doen dat op een beetje constructieve manier. Uh, dat, 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 ik dan, dat je dan ook soms krijgt: ja, maar dat, 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 dat voelt niet mij, dat is niet authentiek. Dus dat dat dan als, als argument wordt ingebracht. Daar waar ik me ook kan voorstellen, ja, de, de eerste keer dat je ander gedrag doet, is het heel logisch dat dat totaal onwennig voelt. Maar we weten ook, en dat is natuurlijk als ik een rol speelde vroeger, ja, dan hadden we gewoon een repetitieproces van minstens drie maanden. Dus als je daar drie maanden mee bezig was, dan eerder dat je dan de première deed, ja, dan was dat gewoon spiergeheugen geworden. Waarbij het de eerste weken, dagen natuurlijk ook een totaal ja, onwennig, uh, soms bizar voelde wat er gevraagd werd. Van de regisseur. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat zijn in mijn beleving twee verschillende dingen. Als jij een rol instudeert, dan is er een hele duidelijke why, mm -hmm. heel duidelijk, want ik ga straks een voorstelling geven in een bepaalde rol. Vinden mensen leuk? Uh, als je vraagt, bijvoorbeeld feedbackcultuur, en we gaan elkaar aanspreken, dan kan het zijn dat wat je vraagt ingaat tegen hoe de mens uh, die persoon in elkaar zit. En dan zou je natuurlijk, je kunt mensen wel iets trainen of leren. Alleen de vraag is of je dat moet willen. Of je dingen van mensen moet vragen die tegen hun natuur ingaan. Dus die, als ze die blijven doen, uh, vervelend blijven vinden. De reden dat mensen bijvoorbeeld uh, aanspreekcultuur lastig vinden, is dat wij ongeschreven sociale regels hebben. Dat wij proberen positief te zijn tegen elkaar. Dat we uh, elkaar geen gezichtsverlies geven. Zeker niet met anderen erbij. Nou, dat zijn dat is in onze cultuur. Ja, in onze cultuur minder, maar in heel veel culturen om ons heen is dat gewoon duidelijk en zichtbaar en een regel. Doe, ja, je, dat niet. doe je niet. Nee, ja. daar kijk je heel erg mee uit. En wij uh, vragen daar zaken van mensen die niet per se natuurlijk zijn. Dus ik zou daar, daar zou ik veel meer kijken naar. Oké, okay, welke vorm van. Je wil, die aanspreekcultuur is een middel. Uh, mensen maken een grote fout in gedragsverandering door uh, middelen doelen te maken. Je wil een aanspreekcultuur omdat je eigenlijk iets anders wil. Je wil niet een aanspreekcultuur, je wil iets anders oplossen. En dan denk je: ik ga achter iedereen aanlopen, ik wil een aanspreekcultuur. Ja, yeah. want dat gaat nu rond. Ja, yeah. nee. Bij mij ga je terug naar de tekentafel. Je gaat kijken: oké, okay, wat wil je? Welk doel wil je nou echt hebben? En wat past er gezien de, de mentaliteit van mensen, de, de bekende en onbekende angsten, wat past daar wel bij om dat doel te behalen? Heel vaak doe ik een sanity check op het middel. Wij we willen activiteit gerelateerd werken. Nee, wil je niet, is een middel. Je wil iets anders bereiken. Ja. Je wil geen aanspreekcultuur. Dat is niet waar, dat is een middel. Je, wilt, je hebt een ander doel. Ja. Dus da daar, daar begint het al. En ja. ik ga daarop op aan, omdat uh, dat een aantal van die. De, de assumptie er is dat wij mensen van alles kunnen leren wat tegen hun natuur ingaat. Maar dat is, dat is gewoon niet zo. Ja, scoor dus je meerdere dingen. Dus, dus ik, hoor, ik moet ook denken aan Clayton Christensen. Die... Heel erg nadacht over de job to be done, noemde hij dat volgens mij. Dus wat is nou, wat is nou achter dat wat iemand zegt de, de kernbehoefte? En dan zeg je, dan kom je altijd een laagje dieper. Dan, dan, dan gaat het niet zozeer over de vorm. Maar in het geval van aanspreekcultuur, wat, 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 wat zit daar dan mogelijk achter in een organisatie? Wat willen ze wel? Ja, ik, ik denk dat, dat men merkt dat uh, niet iedereen... Uh, dat er fouten worden gemaakt, dat de accountability vrij laag is. Dus dat mensen wegkomen met, uh, met suboptimaal werk, dat soort zaken. Mm -hmm. Dat er uh, niet alle factoren in uh, facetten in beslissingen worden meegenomen. Dat niet iedereen dat durft. Of uh, hè, dat, dat het meer gaat over een vriendengroepje zijn dan echt output leveren. Dat is prima, dat snap ik, dat wil je oplossen. Alleen dat is niet per definitie. Oh, we hebben het woord aanspreekcultuur ge, gehoord. Ja, als iedereen elkaar zou aanspreken en iedereen vindt dat oké, okay, dan zijn we een stap verder. Ja, ja. dat is ook zo. Alleen is dat niet per se de menselijke aard. Nee, er zitten allerlei zichtbare en onzichtbare sociale processen tussen mensen, die je dan wel verstoort. Dus dat moet je echt op de juiste manier doen. Uh, maar dat zit erachter. Ik ben helemaal met je eens. Daar zitten natuurlijk lagen achter en die zijn voor mij veel belangrijker. Ja, ja. En als het dus gaat over jouw eigen, zoals we teruggaan naar het spreken, dan zeg je dus van, joh, dan is de passie is extreem belangrijk. Dat, dat, dat inspireerde jou als, als student ook toen je andere docenten zag. Je zegt, ik, ik wil daar echt, ik wil iets komen brengen uh, waar ik zelf gepassioneerd over ben, maar dan zit dus die authenticiteit is dus voor jou ook heel belangrijk. Je zegt van, joh, die, die trucjes, uh, pas ermee op. Voor je, is dat dan puur voor jezelf? alleen voor mezelf. Okay. Ja, ja, dat is alleen voor mezelf. Dat, want daar ben ik wel. Ik had heel veel spreekangst in het begin. Dus dan ga je echt. Ja, dan ga je alles lezen. Van, ja. hoe, nee, hoe kan ik dat. Hoe krijg ik dat voor elkaar? En, maar uiteindelijk. Vind ik, vond ik daar gewoon mijn rust in. Ik denk, weet je. Als ik het gewoon op deze manier doe. dan is het allemaal prima. En dat is dan gewoon authentiek. Maar ik ben niet tegen. Ik vind het prima als mensen trucjes doen. Uh, dat, ja, als dat bij hen past. ga je gang. Maar voor, voor mij niet. Ja. Nee. Nee, ja. en er zijn heel veel dingen waarin ik denk dat ik het spreken kan verbeteren. Ik heb gewoon heel veel mazzel dat mensen het altijd heel goed uh, evalueren, omdat ze volgens mij zien dat het authentiek is. Ja, maar als ik puur kijk naar hoe ik technisch spreek, dan ja, ik af en toe wat te mompelen en uh, ja, de, de, ook qua houding niet altijd uh, perfect. En opbouw is volgens mij denk ik wel redelijk oké, okay, maar ja, het kan. Het, ik kan de, de zaal meer betrekken. Ik kan ze meer uh, vragen in hun hoofd uh, laten stellen. Ja. Waar ik het dan het antwoord op geef, vijf seconden later. Dat zijn allemaal dingen die ik niet genoeg doe. Ja. Maar ik denk, ja, ik kom er gewoon mee weg. Zeg maar. <laughs> de beoordelingen zijn goed. Dus geen ja, urgentie De zijn eigenlijk dus, altijd goed. Ja, maar dat ja. komt, denk ik, omdat ze voelen van uh, deze man. Uh, de deugd. Deze, ja, die, ja. Die, heeft, die, die snapt het wel. Want ja. Dat is het eigenlijk meer. Ja. ja, dus dat is denk ik ook wel. He, de, met mensen die, die, die misschien nog niet helemaal thought leader zijn op, op een onderwerp. Ja, me, dat voel je ook. Dus ik denk ja. ook, he, dus we hebben, we hebben, ik heb veel sprekers over vorm of inhoud als belangrijker. Maar dan zegt, zeggen veel sprekers vorm. He, dus als je kijkt naar goede sprekers als uh, Jos Burger, jean van Zetten uh, en Jitske Kramer. die denken heel erg na over de vorm. En die hebben daar ook weer een hele authentieke stijl in. Maar dat, 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 daar ga je pas over kunnen hebben op het moment dat de inhoud klopt. Ja, daar is ook nog iets anders aan de hand. Okay, uh, je hebt verschillende soorten sprekers. Je hebt sprekers die uh, grotendeels Andermans werk bespreken. Yeah. En je hebt sprekers die het werk zelf maken. Die gewoon het onderzoek hebben gedaan. Ja, ja dat vind ik wel echt een verschil. Waarbij ik uh, zelf meer hou van sprekers die Andermans werk bespreken. Want die zijn vaak beter. Die zijn ook beter in die vorm. Yeah. He, dus de mensen die veel boeken lezen en denken... Oh ja, die managementgoeroe zegt dit, die managementgoeroe zegt dat... Uh, daar, daar overzicht in hebben dat een soort verwerken in een verhaal. Ja. Dat, dat, dat type spreken dat, dat vind ik. Ja, dat zijn de echte pro's zeg maar. Of, op, het, op de vak spreken bedoel je dan? Denk ja, aan een Ben Tegelaar die, de, die, die ja, al ja, de informatie. Precies, fantastische ver, ver, spreken. Ja, dat is, naar. Ja, daar komen je niet in de buurt. Maar het is ander. Maar ik, ik ben iemand die het grootste deel natuurlijk zelf ontwikkelt. Zeg maar. Ik maar, ja. wij ontwikkelen dat zelf. We zijn zelf, zelf met de poot in de klei. Uh, dus dan ben je gewoon een heel ander type spreker. Maar da daar maakt dat wel uit. Zeg maar, voor mij is die vorm echt veel minder belangrijk. Ja. Maar voor de, de namen die jij net noemde... dat zijn toch over het algemeen allemaal mensen die informatie lezen... en daar hè, dat samenvatten en een verhaal van maken... en daar de lijnen in zien. Ja. Dat is echt een ander métier dan, dan wat ik heb. Ja, dus dan is het doel ook wellicht inspireren veel meer... dan dat het gedragsverandering is. Ja. Ja, dat ja, ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, hey. En jij, ik weet dat je gefascineerd bent over, over ook dat woord hè, inspiratie. Die noemde je net zelf ook. Ik, ik kom dan om te inspireren als spreker. Waar heb jij rondgehangen, man? Hoe weet <laughs> je dat allemaal? <laughs> ja. Ja. Ik heb een beetje onderzoek gedaan ja, uh, ja, bleem, uh, Alsjeblieft, hoe kom je aan inspiratie, man? <laughs> ja, Oké, okay, maar dat klopt. Ja, dat fascineert me. <laughs> ja, 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 je, je mag, je moet je, correct me van wrong. Nee, dus, maar ja, dat fascineert me. Ja, dus ja. in een paar interviews zag ik dat uh, voorbij komen. Dat je, dat, uh, dat je daar dat je veel over hebt nagedacht. Over wat dat behelst. misschien. Hè. Ik moet abdijksruis. Uh, Nodig is voor de, voor de microfoon slingeren, want die heeft net een boek uitgebracht. Ja. Uh, een, een compagnon van jou, een, ja. uh, een zakenpartner. Uh, dus dus als, je, als we dat, uh, voordat we naar de gedragsverandering gaan, de inspiratie even ontleden. W wanneer ontstaat er inspiratie in zo'n zaal? Ja, ja, dat. Uh, <laughs> inspiratie kun je op verschillende manieren natuurlijk. Uh, uh, het boek wat Ab heeft geschreven gaat echt over het proces van inspiratie. Hoe ziet het uit, het verleden, voorbeelden. Ik ben vooral geïnteresseerd in een ander stuk. En dat is, wat raakt iemand nou? Wat, is, wat raakt iemand? Waarom uh, wordt iemand geëmotioneerd of ja. denkt, oh, dit ga ik doen. Dus het geistert. Ja, en dat, ik heb daar de, de metafoor in mijn hoofd. is Dat, uh, dat kinderspeelgoed, zo'n kubus met die gaten erin... En dan kan een cilinder doorheen, of een sterretje doorheen, of een driehoek. En een kind die, die, die probeert dat en uiteindelijk lukt het elk kind. En dan ben je blij dat dat past. Maar dat is volgens mij wat er ergens gebeurt. Er je, je, dus zit een, een, een pre-activatie in het hoofd van mensen. Er is de, de, als een soort vulkaantje. He, ze, ze lopen tegen iets aan, ze vinden iets, uh, iets belangrijks, ze hebben dingen meegemaakt. En dat, dat is een vulkaantje. En inspiratie is dat dat uitbarst. Dat je. Of ja, als is de heel gore metafoor, waar ik trouwens heel mooi vind. Een kieste of zo, of een puist die <laughs> op knappen staat. Ja, precies. <laughs> dat. En dat. dat. Wat, 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 je probeert, wat er in inspiratie gebeurt, is dat er eventjes die twee vingers, even wat druk zetten op die beeld en bam, het ontlaat. En dat is inspiratie. Dat, dat is het. Daar zit voorwerk in. krijg dit beeld nog maar eens uit uw hoofd, luisteraar. Ja, ja, ja. inspiratie is niet meer dan puist. het uitdrukken... van een rijpe puist. Met de nadruk op rijpe puist. Dat rijpe, is, ja. Inspiratie is niet dat je een uur drukt en een grote litteken achterlaat aan je eerst had. Nee, nee dat, dat, volgens mij zit het zit daar, zeg maar. En um, je kunt. Ik denk dat je in een, in een, in een lezing kun je dat opbouwen. Je kunt ingrediënten geven waardoor mensen steeds meer ge gefascineerd worden door een vraag. Bij zichzelf merken van. Hmm, ik vind het interessant. Ik snap niet helemaal wat. Ik voel dat ik hier moet blijven. En dat er een soort catharsis zit. Dat je mm -hmm. denkt. Ah, nu, nu ja. voel ik het. Nu voel ik het. En dus ik ben daar heel. Ik, ik vind het heel interessant. Uh, ook. ook uh, dat zit ook in, in van die feel good speeches en zo. Van, uh, je doet iets waardoor er bij mensen wat opgerakeld wordt. Ja. Iets wat dieper bij hen zit. Ja. Dat, dat fascineert mij. Ja. Ja, maar, ik ik, ik hou aan je lippen. Ja. Ja, ingrediënten bij, bij, bij het sterretje, of het uh, rondje, of het vierkantje. Wat, wat, wat zijn de, de vormpjes die je dus hebt. Uh, Stoppen in een lezing of presentatie, waardoor je uiteindelijk hopelijk iedereen zijn eigen vormpje hebt aan weten te raken. Waardoor ja. ze denken: joh, dit, dit, ja, dit gaat over mij. Ja, precies. Dat, ja, dat is het. Hè. Dat, gaat over, uh, dat gaat over mij. Dus dat. Ik vind dat heel moeilijk, want ik heb daar nog niet echt grip op. Maar er de, de zitten elementen in. Eén uh, één tak is gewoon dingen die mensen in het me leven meemaken, zijn altijd. Uh, Dingen als vriendschap, loyaliteit, doorzetten. Het zijn allemaal thema's waarvan je weet van als je dat op de juiste manier uh, voorbeelden van hebt. Of uh, je, je laat mensen eerst. Het is bijna gewoon de hero's journey. Je laat ja. mensen eerst even wat spanning voelen. En dan kom je met een oplossing. Dat, dat soort dingen werkt altijd. Um, maar wat, wat ook werkt, is. Volgens mij, wat, wat, waar ik veel op werk, is dat je dingen soms wat complexer begint. Probeert net iets boven. Ook wat moeilijker te praten, zeg maar. Ik krijg ook als kritiek dat ik veel moeilijke woorden gebruik en veel abstracties. En dan denk ja, maar uiteindelijk vind ik het goed als mensen net een soort vasthouden aan. Ik okay, kan het net volgen, ja. en, het, en het steeds duidelijker voor ze wordt. Ja. Dan, dan ontstaat er volgens mij iets van een, een groei of een grip bij mensen. Van hé, hey, hey, nu, nu zie ik het. Waardoor je uh, al sneller krijgt dat het inspirerend is. Ja. Omdat zij in het luisteren. Eigenlijk iets overwonnen hebben, of uh, eerst was het ja, had, had je geen idee, heeft je, nee. man, het over. Maar ja. Nu, hey nu, nee. ik, ik zie eigenlijk het lijn, ik zie het patroon en dat zie ik zelf. Ja, ja, ja. Zo'n ja. dus, ja. mini-heroes journey tijdens de keynote zelf, als het ware. bijvoorbeeld, ja. Begin, en, en ik kan me voorstellen, inderdaad, een, iets nieuws horen, wat, wat nog niet, zeg maar, helemaal al, zeg maar, wat je honderdduizend keer hebt gehoord. Als ik iets hoor en ik denk, god, dit verhaaltje ken ik al, check ik natuurlijk ergens uit en ben ik niet meer betrokken bij. Het verhaal ja. van, de, van, de, van de lezer. Ja. Dus als jij iets zegt, wat iemand in eerste instantie denkt: o, o, dit vraagt een stretch. Nou, ik kan me voorstellen dat ze een activator Ja, dat, dat is een van de activatoren. Maar wat ik ook probeer is dat mensen, als, als ik het heb over gedragsverandering, dat ze in hun achterhoofd eigenlijk af en toe even scannen naar toepassingen in hun werk. Of, hè, dus dat, dat doe ik door, door, door best wel veel dingen te noemen tussen de regels door. Waardoor ik hoop dat ze denken: Oh ja, oh wacht, als ik terugga naar kantoor. Ik, ik zit met dit, deze thematiek. Misschien heb ik hier iets, hier iets aan. Dus dan maak je het ook persoonlijk. Dan, dat doen zij zelf. Zij maken het dan eigenlijk zelf persoonlijker. En, en zij zitten eigenlijk meer te wachten op de oplossing. Ja. Dus dat zijn uh, maniertjes. Of dat zijn ingrediënten die je wel in je verhaalopbouw wel kan doen. Zeg maar waar ik in ieder geval wel gebruik van maak. Ja. En ik heb ook geleerd dat het helemaal niet erg is om in het begin wel. Iets van hints te geven van waar je aan het eind gaat uitkomen. Eh, eerst, eerst had ik meestal die klassieke docentenopbouw, van eh, ingrediënt voor ingrediënt. Maar meestal zeg ik in het begin al wat je, we gaan doen, wat je gaat leren. En ik merk dat dat helemaal niet afdoet aan de reis die je in zo'n lezing nog maakt. Ja, misschien zorgt het wel juist voor meer ontspanning, waardoor ze ontvankelijker worden voor de reis. Ja, plus dat ze het beloofde land dan een klein beetje. Ja. Hé, uh, we, hey, we gaan wel ergens naartoe. Ja. Dat is een van de be beïnvloedingstechnieken die je ook beschrijft in het boek. Hè? Ja, het beloofde uh, land. Uh, ja. wat, wat, wat is dat, het beloofde land? Nou, ja, het beloofde land is in, uh, in feite de uh, activatie van het beloningssysteem. Uh, op een redelijk. Uh, overdre ja, niet overdreven, maar sterke mate. Dus van uh, we gaan je helpen om grip te krijgen op je veranderde dingen. Of we gaan je helpen om grip te krijgen op je persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn wij zeggen dat natuurlijk, maar dat zijn eigenlijk enorme beloftes die mensen wel aanzetten van denk hey dat wil ik, en dat is iets wat ik wil, ik wil grip op mijn persoonlijk leven of ik wil grip op, uh, op mijn werk. Uh, het is niet per se dat je het natuurlijk altijd waar maakt, maar dat zijn wel dat dat mobiliseert mensen wel. Dus denk ja. oh daar is een grote beloning te halen. Ja. Dus beloofde land. Het meest klassieke voorbeeld is het ax-effect. He, van de actie deodorant ja. He, die begonnen met die, die, die pubers, natuurlijk. Die, ja, die konden echt de, de, de prachtigste partners krijgen door even wat deodorant te, te gebruiken. Ja. van Axe. Dan ja, de, iedereen weet dat het niet klopt, ja. maar toch mobiliseert het je. Denk je, ja, ook al is maar van deeltje waar, of het geeft gewoon zo'n scheut aan beloningssysteem, ja. Dat dat, uh, ja, dat, dat dat aanzet om, om aandacht te geven en te luisteren. En, uh. en zie ook raar hoe cultuurafhankelijk het is. Want ik heb het, ik, ik, eh, we kennen allemaal die ac-reclames met die hordes vrouwen die dan op zo'n man afrennen. Terwijl dat dan nu. In de, ik, heb, ik, ken, ik zie ze niet meer voorbij komen. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik ook geen tv meer kijk. Dus die reclameblokken krijg ik niet meer zo mee. Uh, maar, maar ja, misschien dat tegenwoordig, uh, eh, met de tegenwoordige tijd uh, van bewustwording en geest, inclusiviteit, dat, dat die reclame nu op, op, een, op een juist een soort anti-effect zou creëren bij een hoop mensen. Uh, uh, ja, de, al, ja. de polariteit tussen man en vrouw, maar nu ga ik de rabbit holen op, op een voorbeeldje. Nee, maar dat vind ik maar het is wel interessant, interessant dat dat ook dat dus wel moet kloppen met een soort van tijdsgeest die we met elkaar ja. herkennen en erkennen ook. Ja, ik weet niet of, of dit nu nog uitgezonden wordt, ik, hetzelfde als jij, maar ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat dit uh, natuurlijk uh, ja, objectivering van, uh, van vrouwen natuurlijk, dit, dit wil je niet, He, dit wil je die cultuur niet, uh, vrouwen als, als, als gewillige uh, mensen in, uh, in, in, in badpark die uh, achter een man aanrennen, dat, dat wil je niet. Wat, het interessante wat je dan gaat krijgen als je dit nu zou doen, is dat er heel veel kritiek op komt, dat mensen dat uh, willen bannen. En, en terecht, denk ik. De, de, ja. Dit wil je niet uitstralen, maar dat heel veel mannen het gaan kopen. Toch, daar hoorde <laughs> ja. ik. Ja, maar dit is ja, uh, ja, natuurlijk. Ja. Want, want, want het onbewust <laughs> denkt ja. gewoon, dat wil ik. Ja, dat evolutionaire ja. getinte beloningssysteem denkt natuurlijk, ja, oké, okay, een van mijn hoofdtaken in het leven is om een partner, een leuke partner te hebben. Om die te zoeken, en, uiteindelijk. En uh, ja, als dit helpt, uh, doe je denk. Dus dat, ja, dat zou heel interessant zijn. Maar, ja. maar uh, ik denk dat het, dat, dat het een hele goede culturele. Uh, beslissing is om, uh, om, om, om daar anders naar te kijken. Yeah. En wat ik hier ook wel in doorhoor... Ben benieuwd hoe jij dat ziet... is dat ik moet denken bijvoorbeeld aan Bob Iger... Uh, de voormalige CEO van Disney. Die, die schreef zijn dus autobiografie... People don't want to follow pessimistic leaders. Uh, en die schreef dus ook dat... ondanks dat je ja, niet een, een soort happy peppy show moet gaan ophangen... als dat er niet is... maar dat tegelijkertijd moet er altijd... Hoe, hoe, hoe groot de verandering ook is, een sprankeltje hoop vanuitgaan, dat je denkt van nou met deze club kunnen we dat uh, redden. He, de I have a dream, de yes we can, de let's make America great again, je hoeft er, je hoeft er niet in te geloven, maar de, in al die speeches zit wel onwaarschijnlijk iets hoopvols. Ja, tuurlijk, ja, dat is helemaal waar. Uh, ja, als, als je alleen op angst zit, natuurlijk in, in angstige situaties, als je alleen op angst zit, dan vlammen mensen. Ja. Over het algemeen. He, je, je, er moet een weg eruit zijn. Je wil krachten mobiliseren om toch uh, te proberen ergens uit te komen. En daar heb je uh, ook een beloningssysteem voor nodig. Daar heb je ook, of in ieder geval, activatie voor nodig. Dat je weet van: oké, okay, we gaan ergens naartoe, we gaan iets proberen. Ja. He, je wil niet uh, mensen verlammen met alleen maar dit, uh, dit, dit gaat fout. Nee, zeker. Ja. Nou, ik denk dat dit een uh, mooie brug is om uh, die gedragsverandering bij de lurven te pakken. Um, Waar zullen we beginnen, Rick? Uh, als we het thema gedragsverandering de, 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 je had het over mindset eerder is, is dat een goed startpunt om het te hebben over, de, over mindset ja, het doel denk ik, laten ja, we doel. bij het doel beginnen okay. dus mensen willen iets ja. Maar het gaat een beetje, het, hangt mij, het is natuurlijk een ongelooflijk breed veld, maar maakt ja. een beetje uit wat jij wil weten. Ja, dus als ik het nu al terecht heb, wat me resoneerde net van angst verlamd, dus er moet iets hoopvol zijn. Vaak. 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 bij mij is het altijd vaak. Het is niet ik, altijd. Precies, niks werkt altijd. Nee, nooit. En nee. uh, dus die, de wetenschap, uh, laten we die nuance inderdaad uh, nemen. Dus er zijn geen uh, ja, ultimatums, een monopolie op de waarheid. Nee. Um, dus dat staat uh, genoteerd. Eh, ik moet bijvoorbeeld nu, als het gaat over. Als we het hebben over gedragsverandering. Een collectief gedragsverandering. Eh, de de milieusituatie. Eh, de, de crisis die we hebben met de opwarming van de aarde bijvoorbeeld. Ik, ik merk daar dat, dat ik dat zo. Dus al vanuit de bril van gedragsverandering. Dus ik, sta, ik ga wel even distancieer me er even van en ik bekijk het. Ik vind het waanzinnig. Nou ja, fascinerend. Over dat op het moment dat ik geen pijn voel in het hier en nu. En dat probleem heb ik nog niet. Want ja, weet je wel, ik heb nu nog geen last van die opwarming. Ik heb in oktober nog op het terrasje gezeten. Ik hoorde gewoon mijn buren zeggen. Nou, relaxed, weet je wel. Dus eigenlijk juist de pijn die, die ontstaat. voelen we nu eigenlijk juist als een soort van. op een hele rare, absurde manier als iets leuks. Uh, uh, dus terwijl als we het dan echt over het probleem hebben. Dan, dan ontstaat er bij mij meteen verlamming. Omdat dan een soort van all hope is gone. En ik denk mijn hemel. Het uh, maakt toch allemaal niet meer uit wat, of ik nou een minuutje meer of minder uh, onder die douche sta. Mm -hmm. um, ja, dus als we, dat, als we, als we dat, gewoon dat, misschien is dat een goede kadering voor het fenomeen gedragsverandering. Ja, ja, ja het is natuurlijk heel complex. Hè? Dus ik kan, hier, ik, kan, ik kan het niet allemaal uh, uitleggen. Maar je, je hebt. Ik ga gewoon even los. En we willen dus weten hoe het werkt, hè? Dus we gaan gewoon het fenomeen in. Zonder dat we het probleem willen oplossen. Ja, gedragsverandering begint met een doel. Okay. Wat is je doel? Ja. Wat wil je bereiken? Wat is je doelgedrag? Welk gedrag wil je concreet zien? En dan dat... weten we dus al: een aanspreekcultuur is, 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 is geen goed doel. Nee, dat is te abstract. Dat is te abstract. En wat, wat, wat is precies. He, ik, ik krijg heel veel abstracties binnen. Ik wil uh, van buiten naar binnen werken. Ik wil dat mensen duurzaam zijn, gezond zijn, vertaald zijn, eigen regie hebben. Dat is prima. Dat, dat heb je, maar dat zijn abstracties. En dat is je doel, dat snap ik. Eigenlijk is het een middel. Maar daar kom je even mee weg. Uh, ik wil weten waarom wil je dat? Wat, wat is uiteindelijk het probleem wat je wil oplossen? Uh, en welk, uh, welke concrete gedragingen zou dat behelzen? Ja. Dus wat, uh, als wij iets aan het klimaat willen, willen doen, welke concrete. Gedragingen kiezen wij als doelgedragingen. Dus niet uh, mensen moeten duurzaam zijn, maar wat moeten ze precies doen? Dat, dat is al een heel facet, zeg maar. Dat je de, welke mindset zoeken, zoek je bij mensen en welk concreet gedrag interacteert met die mindset? Komt uit die mindset voort of door dat, dit te doen stimuleer je die mindset? Dat is één. Dat is het bepalen van wat je wil. No worries. Uh, vervolgens ga je kijken naar wat. Wat stuurt dat huidige gedrag nu? Wat zijn allemaal processen en factoren die dat huidige ge gedrag eigenlijk in stand houden? Wat zijn dingen in de omgeving, in de ar architecture? Wat zijn uh, bij klimaat wat zijn wetten, regels, subsidies, ongeschreven regels, geschreven regels? Uh, wat zijn fysieke omgevingsvariabelen? Is het warm, is het koud? Uh, is de, uh, uh, zijn er zonnepanelen, Zijn ze er niet? Zijn ze duur? Al die dingen. Yeah. Kijk je naar. Je kijkt ook naar competenties. Wat kunnen mensen? Kunnen mensen wat ze van je vragen? Hebben ze het gevoel dat ze kunnen wat je vraagt? Dan kijk je naar drivers. Dus, uh, wat motiveert hen? Dus wat motiveert hen om het oude gedrag in stand te houden? Dus wat haal je daaruit? Wat haal je uit uh, gewoon in die, uh, in die auto blijven zitten, in vlees eten, in lang douchen? Nou, het zijn over het algemeen allemaal belonende dingen. Dat is een van de nadelen. Ja. Dus wat zijn daar motivaties? En welke motieven en waarden zou je kunnen koppelen aan het Doelgedrag wat je wil, wat je wel wil zien. Ja. En hoe behoud je dan dat mensen het op een of andere manier. Uh, stel dat je het niet helemaal kan afdwingen. en uh, je kan het niet via straf doen. wat over het algemeen ook niet de beste weg is. Hoe zorg je dan voor enige vorm van motivatie? En tenslotte kijk je naar de weerstanden. Uh, wat zijn redenen. wat zit er tussen. De, uh, tussen eigenlijk dat doelgedrag en de uitvoerder van? He, zijn mensen boos over de manier waarop er tegen ze gepraat wordt? Dat dingen moeten. Uh, twijfelen mensen aan, uh, gaat dit wel werken? Lost dit het wel op? Kan ik hier wel in mee? Klopt het wel? Is iets anders niet slimmer? En in etia, de laatste: van uh, ja, je hebt helemaal gelijk, ik moet er iets aan doen, punt. Gaat niet doen. Dan heb je een heel speelveld, zeg maar, maar dat is gewoon mijn werk. Want dus je, uh, ja, dus je noemt nu al heel veel in, in één, ja, in één klap. Kijk, dat is het ook. Het is ook, voor mij is gedragsverandering minder een wetenschap en meer een ambacht. Ja. Uh, en het lijkt heel complex en uh, het is ook heel vervelend dat het zoveel is. Je moet, hè, je moet de juiste doelen stellen, de juiste mate van concreetheid hebben, abstracties, je moet naar die, al die facetten kijken. Dus welke factoren spelen er allemaal op die domeinen van architecture, competentie, drivers en resistances? En dan moet je ook nog gaan denken van hoe kan ik ze veranderen, met welke technieken doe ik dat en in welke volgorde. Het is allemaal heel complex, maar het is te leren. Ja. Ik vind um, een elektricien, wat hij doet, ook heel complex. Ja. Ja. Ik heb wel eens wat gedaan in mijn huis en nauwelijks <laughs> overleefd. Ik vind het super complex wat zo iemand doet. Maar uiteindelijk kan hij het wel leren. Ja. En dat is bij in mijn veld niet anders. Ik denk dat, de, dat het wetenschappelijke deel eigenlijk overschat wordt en de ambacht onderschat wordt. Hmm. Hier moet je gewoon je moet naar de gedragsvakschool... En dan leren we je gedrag veranderen. Het gaat, en, je moet het doen, in plaats van boeken ja. erover lezen. Ja, en je hebt gewoon even tijd nodig om te snappen dat ik op al die dingen moet letten. Ik moet mezelf uh, heel wat vragen stellen. Ik moet wat dingen uitzoeken. Maar als je dat een paar keer doet, dan weet je dat dat wel, uh, dat is niet uh, onuitputtend. Daar, daar, is, daar is, zit een grens aan in wat je allemaal hoeft uit te zoeken. Ja. Dus ja, het. het uh, het kost je een jaar of twee of uh, wat dan ook om, de, om er goed in te zijn. Ja. Maar dan kun je het ook. Hey, om dit meer handen en voeten te geven. En ik weet, sommige luisteraars zitten alweer met pen. En, uh, dus we gaan een aantal van die pilaren. Dus uh, drivers, uh, de, uh, die drie vormen van weerstand die je zojuist uh, in één zucht kristalliseerde. Die, laten we die dadelijk nog apart even uh, langslopen om te laden. Maar heb je misschien een, een voorbeeld uit je eigen werkpraktijk, waar, waarin uh, een, een business case waar die je hebt geanalyseerd, zodat we ja, wat meer beeld krijgen bij zo'n veranderproces, die jullie ook uh, hier uh, in de Change, ik moet ik goed zeggen, behavior change group uh, doen. Ja, ja het, het risico is wel dat het, heel, het is een hele complexe materie hè? Dus dat is niet even. Ik weet niet, is niet even lekker kort en krachtig. Nee, ja, we gebruiken allerlei verschillende casussen. Uh, natuurlijk ook in de opleiding. We doen hier uh, 100 tot 200 projecten per jaar. Zo. En het gaat altijd op dezelfde manier. Er komt een opdrachtgever binnen en die wil iets. Soms is het heel concreet, meestal is het toch wat abstracter. En dan gaan we precies doen wat ik net zei. Dan besteden we de eerste tijd echt aan de doelsessie. We hebben doelsessies. Wat wil je nou echt? Wat is de context? Uh, waarom wil je het? We stellen allemaal vragen. Um, ja, dus het is niet anders dan wat ik net beschreef. Maar als je. Ja, dan zou ik een hele casus moeten doornemen. Ik weet alleen niet of dat heel handig is, want we nee. hebben een heel lang verhaal. Oké. Ik, ik, ik weet het niet. Um, ja, een voorbeeld hier vlakbij, die we veel gebruiken, is uh, het Waalstrand. Je hebt Nijmegen, uh, staat, uh, staat niet bekend als, maar is een soort subtropische strandparadijs. <laughs> we hebben ongelooflijk veel strandjes hier. Ja. Daar, daar gaan we zwemmen, maken ze uh, kampvuurtjes is super leuk en gezellig. Alleen er blijft afval achter. Ja. Ja, en daar hebben wij één zo'n bekend, dat noemen wij uh, uh, ja, het Waalstrand. Het Waalstrand, er zijn er honderd of zo. Maar het Waalstrand, dat is een natuurgebied, de Ooi, hier vlakbij. En daar, uh, ja, daar recreëren mensen, dat is een beetje afgelegen. En daar is allemaal afval. Ja, en dat komt ook binnen bij ons. Dan zeggen, uiteindelijk zegt de gemeente en de afvalreiniger... die zeggen van, daar uh, moet minder afval. Ja. Kunnen we wat aan doen? Dat komt binnen. Ja. En dan uh, zeggen we, oké, okay. gaan we aan de slag. Doelsessie. Dan gaan we kijken. Gaan we rondlopen, gaan we doelsessie maken. Wat wil je nou precies? Uh, dan kijken we naar de dingen als de omgeving: van uh, hoe zit het daar? Uh, zijn er, uh, hoe kom je daar? Zijn daar afvalbakken? Er zijn helemaal geen afvalbakken, als een natuurgebied mogen helemaal geen afvalbakken. En dan, dan mag dat niet, omdat er nee. ook iets geruimd geleefd nee. wordt of zo. Of dan moet dat is onderhouden worden. Dat natuurlijk. Want mensen. Ik kijk omheen, ik zie geen afvalbak. En, dan, en ja, Jij pleurt het dan op de ja, grond. He? Jij glijdt het, wel, het he? al uit mijn handen. Ja. Ja. Nee, maar dat is heel belangrijk voor het doelgedrag. Jij pleurt het op de Ik zag het je toen Ja, maar dat is heel belangrijk voor je doelgedrag. Dat is niet dus dat mensen het afval in de prullenbak gooien. Maar dat mensen het afval meenemen en in de prullenbak gooien. En dat je weet dat, uh, dat er geen prullenbakken zijn in dat natuurgebied. Er zijn, er zijn maar twee toegangsplekken. Uh, en daar staan wel bakken. Dus mensen moeten het meenemen. Ja. Maar als je een hele dag ergens ligt, spullen zijn vies. Ja, dat is niet leuk. Zeg maar, je hebt wel gedronken en dan heb je net die, die, die kapsalon, heb je half open. <laughs> Moet je dan die kapsalon in je tas meenemen? Dat de hele tas. dat, dat, dat in de kapsalon uh, plakt en, en ruikt en stinkt. Nee, nee. Dat zijn allemaal ingrediënten. Dan weet ja. je van, nou snappen mensen het. Meer in de competentiehoek weten ze wat ze moeten doen. Uh, maar je stapt dus als het ware ook heel erg duidelijk in die schoenen van, van degene die je wilt beïnvloeden. Ja. Dat je echt begrijpt van, joh, uh, dat je de advocaat van de duivel speelt eigenlijk. Dat dus je zegt, nou, het is logisch dat het op dit moment niet gebeurt. Ja, ja, maar dat vind ik mooi dat je dat zegt. Elk gedrag vind ik logisch. Ja. Gedrag is niet logisch of onlogisch. Gedrag wat vertoond wordt, is logisch. <laughs> dus het is logisch dat mensen daar afval gooien omdat het gebeurt, is het logisch. Okay, ja. zeg maar. ja. Dus er zijn prikkels. Uh, mensen denken we hebben bepaalde motivaties, weerstanden, wat dan ook. Waardoor het logisch is dat ze het gedrag doen wat ze doen. Dus abnormaal gedrag bestaat eigenlijk niet, hoor ik daar. Ik, ik changeer ja, weer een beetje. Dus, hè? Ja, ja, dat is niet mijn vak, maar. <laughs> ik, vind dat, ik heb heel veel empathie met gedrag, omdat ik ja. denk: ja, ik, het, is, uh, het is ergens uit te leggen waarom het gebeurt. La, la, dat is niet hetzelfde als goed praten. Nee, precies. Ik vind het niet goed. Ze ja. moeten geen afval achterlaten. Nee. nee, maar ik begrijp. Even terug op wat jij zegt: um, ja, ik, we gaan dan in de schoenen staan of ik sta in die schoenen. Dat is deels waar en deels observeer ik als een marsmannetje: heb ik een, uh, een helikopterview en dan ja. kijk ik naar iemand die zich in een omgeving beweegt. Welke prikkels zijn er allemaal? Wat komt dit tegen? Wat kan ik voorspellen wat die persoon gaat doen? Yeah. Dus het is inzoomen, uitzoomen. In het hoofd, uit het hoofd. Yeah. Waarbij je ook nog rekening houdt met de doelen die wij hebben. Want wij willen dat hij iets doet. En dan ga je ook nog verplaatsen in hoe zou, wat moeten wij aanbieden... zodat die persoon het juiste gedrag gaat vertonen. Maar pak dan dat Waalstrand. Nou, dus dan heb je een paar belangrijke dingen. Als je daar dan rondkijkt en je, je observeert... dat moet je altijd doen. Uh, je, je duikt in de wetenschap, dan zie je... Gewoon het feit dat die afvalbakken er niet staan, dat vinden mensen vervelend. Daar krijgen ze weerstand van. Krijgen ze een van die weerstanden van, reactants. Zeg maar de meest emotionele van... Uh, jullie geen afvalbakken, rot op. Uh, dan uh, laat ik het ook lekker liggen. Wat is dit voor onzin? Is dit een soort uh, omstandige weerstand? Een beetje, echt een beetje de rebellie tegen de, de, ja. de, de doeltoestand, zeg ja, maar. Ja, nou, het stoort mij dat jij er geen afvalbakken Ja. Dan moet je ook niet aan mijn kop zeuren. Dat, ja. uh, dat is natuurlijk niet terecht. Ja, zij weten niet dat we er geen afvalbakken mogen. Die trekken... Of dat het in ieder geval niet handig is, want dat trekt weer ongedierte aan. En uh, allemaal dingen, dat moet je allemaal niet hebben. Dus het dat oorde dat oordeel, hoe noemen we die vorm van weerstand? Reactance. Reactance. Ja, op, ja, opstandigheid. Opstandigheid. Ja. Ja. ja, dus dat is vaak tegen de bron gericht. Van uh, wat moet de gemeente nou? Of ik vertrouw jou niet. Of nou, als iemand zegt, jij moet iets doen, dat je, uh, dat je denkt, ik moet helemaal niks. Ja. Dat, dat, dat die behoefte type. aan autonomie komt ja, dan ook precies. op. Ik beslist Be dit zelf wel. Precies, precies. Oké. Okay. Nou ja, dat is dus een van de ingrediënten dan uit zo'n strand, maar ook wat ik net zei, dat je je spullen mee moet nemen. En je bent niet voorbereid, je had er niet aan gedacht. Je hebt niet je tas bij je, moet het in jouw tas, is vies. Uh, je vergeet wel eens iets. Uh, je hebt misschien helemaal niet door dat dat Waalstrandje... waar je nu heen gaat, dat dat natuurgebied is. Dat staat ook helemaal nee, niet duidelijk ergens. Allemaal ingrediënten waar je wat mee kan. Ja. En dan doen we dat ook. <laughs> en dan maak je je ventie. En dan gaat het beter. Dan gaat het gewoon beter. En kun je dan, dus we dus hoeven de hele reis uh, niet te doen. Maar wat, wat voor interventies heb je dan? Want je hebt dus die analyse gedaan. Die analyse, daar zit misschien wel het grootste goud. Het ja, doorgronden het van. Ja, ik zou het zeggen. We kwamen op zo'n 20, 25 factoren die van invloed uh, uh, leken te zijn of konden zijn. Oké. Okay. Uh, ja, allemaal psychologische processen. Waaronder dus die, die, die verschillende weerstanden, die inertia. Oh ja, ik, ik wil het wel opruimen, maar even te veel moeite. Maar ik, ik sta er eigenlijk positief tegen in. Of scepticisme. Of ja, is het wel zo dat die, dat, dat afvalproblemen veroorzaakt? Of die reactants. Van de staan geen vuilnisbakken. Uh, de, de, de sociale norm die je ziet. Want er ligt meer vuil. Dus blijkbaar is dit normaal. Er gewoon 20, 25 van die dingen. Nou, dan ga je kijken op basis van... Ga je gedragsobservaties doen. Wat doen mensen? Wat doen mensen nou echt? Laten ze iets liggen of niet? En dat correleer je met hun gedachten en hun mening. He, want je hebt ze van tevoren of daarna gevraagd van... Uh, nou, hoe sta je in die factoren? En dan zie je dat sommigen hebben, een, een, hebben echt een relatie met het echte gedrag. En sommigen, ja, die zijn niet zo belangrijk. En dan kwam je bij die paar die ik heb gezegd. Dus het, het, het besef dat er geen afvalbakken zijn is heel erg belangrijk. Dat mensen een soort van overvallen worden daarin. Dus communi communiceer vooraf, communiceer Reusisch. duidelijk daarin. Precies, ja, je gaat naar de oplossing toe. Hey. Uh, de, ook iets van die kennis, hè, van de, de, daarom staan ze er niet. Um, uh, voorbeeldgedrag, dat anderen het ook doen. Dus, wat we hier hebben gedaan, uiteindelijk, lang vooral kort, dus bij de, de ingangen. Heel duidelijk, heel duidelijk groot bord. Waarom uh, welkom in de natuur? Ja, ah, natuurgebied, Hi. weet ik. Uh, om de natuur zo min mogelijk te verstoren, uh, staan hier geen afvalbakken. Uh, daarom bieden we hier je gratis afvaltasje aan. Mm. Ook nog biologisch afbreekbaar. Is heel fijn, <laughs> voelt goed. Dus, dan kan je je tasje pakken, dat hangt onder een, een plastic dakje, dat ook niet nat wordt. Een papieren tasje. Daar, daar staat nog wat tekst op uh, om de mensen nog uh, te bedanken daarvoor. Dus daar lopen allemaal mensen met een afvaltasje. Dus je ziet dat andere mensen ook zo'n tasje hebben. Ja. Je weet dat andere mensen ook hun afval meenemen. Het staat duidelijk bij de ingang ook. Hè? Neem, neem je afval mee straks terug in het tasje en doe het hier in deze gigantische afvalbak. Plek zat voor iedereen. Dan los je een aantal van die problemen op. En dan zie je echt een hele goede reductie in het, in het vuil. Echt een hele goede. Ja. Het ging van. Uh, mij van 33% liet per ongeluk of expres iets achter tot geloof 7%. Zo. Ja. Ja. ja, maar dat is best wel een ding. Dat doe je niet in één dag. Dat nee. moet je uitzoeken, observeren. Dus dat is een heel proces. En wat is interessant is hier, en leuk om dit voorbeeld te horen, want dan krijg je er gewoon iets meer beeld bij. Hè? Dus dit gaat gewoon letterlijk eigenlijk nog over een, zou je kunnen zeggen, een, een relatief ja, kleine gedragsinterventie. Namelijk, ik pak mijn rommel op en ik gooi dat ergens in een bak. Dat, 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 dat kost mij. Zou je kunnen zeggen, relatief weinig moeite. De drempel is niet heel hoog. Ja. Want ik loop al die kant op. Ik kom er weer langs. Ja. Hey, het is gewoon, en ik heb nu een tasje. Dus het, het, een van de problemen van die smerige rugzak. Die is, uh, hey, dus je gaat als het ware al die tegenwerpingen... die ga je proberen op te ja. lossen. Ja, en je, en je zoekt tegelijk ook naar uh, motivatie om het te doen. Ja. Hè, van, uh, Alleen door dan de dansen alle en het is natuur en, en ja. je probeert daar van alles mee. Ja. Dat kan waarde zijn, dat kan beloning zijn, dat ja. kan van alles zijn. Dus je, 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 je draait de weerstanden om of je voorkomt ze of je gaat ze tegen. En je zoekt naar de motivatie om te doen. Ja. Uiteindelijk is het een spel van motivatie, weerstand, competentie en de juiste omgeving. Ja, mooi, mooi. En dus, juist omdat we het nu hebben over afval, een van de dingen die mij zo fascineerde, uh, bijvoorbeeld ik, ik ga graag naar festivals. Uh, en, en er was altijd, weet je wel, er is een concert geweest op zo'n mainstage. En er zat zo'n zee van plastic bekertjes. Ja. Echt je zwem... nostalgisch, hè? Ja, dat ja. is nostalgisch, en Je zwemt eroverheen. Ja, ja. en, en, en er waren al jaren dat ik dan op die festival zag, weet je wel, van die borden. Van joh, uh, uh, we proberen eco-vriendelijk te zijn. En hier moeten weer boeren uh, aan de slag. Met zelfs uh, grote schermen met van, 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 van tractoren erbij, weet je wel. No ook, ook haast nostalgisch, van weet dat dit gebied ook gebruikt wordt ja. na het festival. Alleen, je ziet gewoon een zee, het blijft gewoon een zee van bekertjes. Terwijl er ja. toch heel duidelijk een positief beroep wordt gedaan op ja. de, 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 de bezoeker. Namelijk, alsjeblieft, uh, gooi die bekertjes weg. En ja. dan nu, sinds, volgens mij, dit jaar, statiegeld op bekertjes. Ja. Dus het kost je gewoon één muntje. A3 euro zoveel, want zo takkenduur is zo'n zo plastic bekertje met wat drinken erin. En ineens, iedereen. Of ja, niet iedereen, maar de reductie ja. van bekers zijn echt aanzienlijk. Ja. Geen zee meer van bekertjes. Wanneer iedereen neemt dat bekertje mee? Want het kost me anders gewoon klauwen met geld. Ja. Om het op de grond te gooien. Uh, vergelijkbaar nu met, met energiebezuiniging en huizen. Ja. Nou, de, de, de stookkosten die schieten de pan uit. En ineens zien we mensen oh, uh, zonnepanelen op het dak. Allemaal interventies doen die ze misschien daarvoor uh, niet wilden doen. De temperatuur gewoon een paar graden omlaag en trek even lekker een trui aan s'avonds. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat een leider... of een beïnvloedende organisatie dit ziet en denkt... zie je wel, gewoon die financiële incentive... dat is gewoon zo'n zo directe prikkel. Dus ik ga gewoon goed, goed gedrag belonen met geld. Ja. Of ik ga slecht gedrag ga ik afstraffen met geld. Ja. En ik weet dat, dat het zou zonde zijn als we dat zouden aannemen... maar als ik dan kijk om me heen nu op dat soort zaken, ja, verbaast het me gewoon... Hoe krachtig het is, terwijl vragen zou je alsjeblieft om. is, is te kort, te klein of zo. Om, om, om te verwachten dat mensen dan het goede gaan doen. Mm -hmm. de, ik, ja, dus ik ben benieuwd hoe jij dit beluistert met jouw uh, bril. Ja, nou ja. Een van de. natuurlijk. Uh, je checkt altijd. of wat je van mensen vraagt. Uh, haalbaar is gegeven de situatie waar ze in zitten. Natuurlijk, uh, ergens. je hebt. Je hebt je kunt mechanistisch naar gedrag kijken. En dan zeg je gaat belonen. Ik ga het straffen. Ik geef zoals conditioneren en Pavlov. En als ik een bepaalde input geef, dan weet ik dan wat de output is. Stimulus response. Dus dat belonen en straffen zijn hele krachtige gedragsbeïnvloeders. Dat is gewoon zo. Mm. Ze hebben voor- en nadelen. Als je ze op een goede manier kan inzetten, je moet altijd uitkijken bij die dingen dat ze de intrinsieke motivatie niet storen. Uh, heb je, kun je blijven belonen? Heb je de middelen om dat te doen? Dan heb je ook overzicht? Zie je het gedrag ook steeds? Kun je ook steeds blijven belonen? Uh, bij straffen, moet je, uh, heb ik, is de straf hoog genoeg? Is de pakkansperceptie hoog genoeg? Dat zijn allemaal dingen. Je, dat is, het is een van de dingen die je kan doen. Maar je moet, uh, er zitten risico's aan. Zeg maar. Soms werkt het wel, soms werkt het niet. Het is, uh, tuurlijk uh, als urgentie verhoogd wordt... Ja, top, zeg maar. Als... als uh, uh, allerlei maatregelen die je neemt in die energietransitie omdat het gewoon heel erg duur is als je het niet doet ja dat is urgentie je ja. financiële prikkel is hartstikke sterk prima dan ga je gang doe het uh, dat was eerst niet zo dus eerst werkte dat gewoon niet zo goed um, als je gaat naar wat, wat zijn nou maar die festivals ja mensen die zullen over het algemeen uh, enerzijds het ding is mensen staan vaak in uh, staan wat op elkaar hebben niet alle ruimte om even weg te lopen. Hè. Die hebben nu dat biertje op. Vriend haalt uh, nog meer bier en je, en je denkt ja, ik ga niet helemaal die prullenbak lopen. Ik dondert het op de grond. En iedereen doet het. Ja. dus dat heb je weer die sociale een... component ja. dat iedereen doet het. Dus Precies. ik mag het ook doen. Ja, en dat zijn dan dingen bij, bij, bij ons of bij mij in mijn hoofd dat ik van, van ik weet je vraagt wel heel erg veel van iemand. Je vraagt wel heel erg veel dat die die hogere dat hogere doel van netjes houden en schoon houden dat die dat de hele tijd blijft vasthouden terwijl de allerlei andere prikkels eigenlijk veel urgenter op dat moment zijn. Ik wil niet weg, ik wil niet van mijn plaats af. He, okay, ik wil nog een biertje, ik ga niet helemaal in die prullenbak lopen. Uh, niemand doet het. Die zijn gewoon veel krachtiger. Dus daar is meer nodig. Dus daar is het ook logisch en goed. Dat is ook, ook dingen die wij ook adviseren oh, dit, dit, uh, Ik weet niet of, of ja, wij draaien ook in dat soort pilots mee. Natuurlijk helpt dat als je daar een prikkel aan geeft. Een financiële prikkel. Ja. Maar het, dat is ook weer niet altijd goed. Dus dat, dat hangt echt van de situatie af. Van wat is hier de beste oplossing. Ja. Nou, je, hebt, je hebt voorbeelden natuurlijk uh, waarbij mensen geraakt worden... door, door de, bepaalde woorden van een CEO en gewoon er vol voor gaan. En je hebt heel veel voorbeelden waar dat niet gebeurt. En je hebt voorbeelden waar financiële prikkels werken... en voorbeelden waar dat niet is. Dus ja, nee, dat, daar, daar lig ik niet wakker van. Dat snap ik, zeg maar. Ja, het gaat bij mij altijd om het matchen. En dat is eigenlijk weer die vormen van dat kinderspeeltje. wat we bij Inspiratie ook hadden. Wat zijn hier de gaten? En welke objecten kunnen dat dichten? Zeg maar. Ja, dat, dat, dat is het. Ja. Dat blijft voor mij de puzzel. Dus ik weet, ja, mensen zien voorbeelden van, van gedragsinterventies. en die denken: oh, dit moeten wij ook doen. Ik denk, nou, ik weet niet of je dat moet doen. Dat hangt van je situatie af. Ja. Is dit voor jou hier het beste? Kijk, je kan hè, in de medische wereld. Iemand had. Uh, had last van, uh, last van zijn buik. Krijgt een bepaald medicijn. Voelt zich nou beter. Dat wil niet zeggen dat jij dat medicijn moet pakken. Misschien heb jij wel last van je rug. Of van je knie. Of heb je hoofdpijn. We wij, wij, wij denken dat iets te simpel. Dan klinkt maar, dat heel logisch. Dat, uh, dat, dat je eerst een diagnose stelt. Voordat je medicijn tuurlijk. gaat voorschrijven. Precies. Heel fijn dat je deze afmaakt. Dus dat is precies <laughs> wat ik doe. Ja. Ja, dat, dat is niet anders dan in de, in de medische wereld doe je dat ook. Het ja. is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel, is de diagnose en dat is bij gedrag niet anders. Ja. Dat gaat ook over het lijf, dat gaat ook over de hersenen. En, en, en stoort het jou dan niet als we dan kijken naar, 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 naar de gedragsverandering... dat het dus heel vaak wel over technieken gaat, over nou, nudging. Uh, uh, ook in, in jouw he, boek Gekopt en Reclame staan vooral heel veel technieken... met sterretjes erbij zelfs. Dit is uh, heel makkelijk of, uh, ja. of, of juist uh, heel moeilijk. Um, dus, dus met andere woorden, wat, wat zijn, ondanks dat het heel complex is... zijn er bepaalde uh, vooronderstellingen of bepaalde principes... die we in acht kunnen nemen... Om die analyse iets je beter dat te doen. Twee vragen. Je vroeg: stoort het mij niet dat. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat daar klopt. eerst op gaan. Ja, ja, ja. ja, nee, dat stoort mij absoluut niet. Nee, nee. nee. nee want uh, zeg maar, mijn werk. Uh, ik heb werk omdat mensen teleurgesteld raken. in hoe ze het uh, eerst hebben geprobeerd. Hè, dus we, we, we willen een bepaalde gedragsverandering. We willen iets bereiken. of een cultuurverandering. Dat gaan we doen. Dat lukt niet helemaal. En dan komen ze bij ons. Dat, dat blijft zo. Zeg maar. Dat vind ik niet erg. Als mensen eerst uh, gewoon een bepaalde techniek willen proberen. of denken: van nou, dit werkte daar. Dat gaan we ook doen. Prima, als het lukt, fijn. Yeah. Ja, dan heb je op een snelle wijze heb je, je doel bereikt. Als het niet, fijn, als het niet lukt, dan, dan kunnen we altijd helpen. Dus dat, dat maakt me niet uit. Um, het ergens, st of storen is een groot woord. Maar ik, ja, ik, ik zie het gebeuren. Dat mensen nogal simplistisch over gedragsverandering denken. Ja, in trucjes, dat, dat, dat is zo. Uh, kijk, het feit dat wij een boek schrijven met technieken is niet hetzelfde als dat we zeggen: je moet die technieken gewoon ongebreideld inzetten. Nee. Het is meer van, hè, dat je bagage krijgt van als je de juiste analyse maakt, dan zou je daar en daaraan kunnen denken. Ja, dat, dat is het meer. En er ja. is dan niet één techniek, maar zijn er dan 36 die op ja. allerlei verschillende manieren toegepast worden. Ja. Uh, de ene iets ethischer dan het andere. Dus het, het, het helpt ook vooral om reclames te. Te, te op te merken. Ah, joh, weet je, dat boekje dat is gewoon een salontafelboekje. Dat moeten we gewoon niet te serieus nemen. Nee. Dat, 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 zei, <laughs> dat is gewoon leuk. Daar hebben we leuke uh, wat dingen uitgelegd, zeg maar. Dat is geen wetenschappelijk boek. Dat is gewoon een salontafelboek, mooie plaatjes. Ja. En, en er staat absoluut geen onzin in. Nee. <laughs> dat, 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 <laughs> dat ook. <laughs> dat, dat ook. Nee, ja. maar het is verder ook niet groter dan dat. En is is het dan wel interessant om dan die, die, als we dan iets over dat boek delen. En, uh, jullie beginnen het boek met, met drie behoeftes die je kunt aanspreken. He, de, het systeembehoefte, een, een sociale behoefte en een individuele behoefte. Ja, er zijn er meer. Er zijn er meer? Ja, er zijn er meer. Dus, uh, en, ja. de, en, en zo worden de, in ieder geval de, uh, de verschillende technieken onderverdeeld. Ja. Is het interessant om, 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 die, om bepaalde behoeftes langs te lopen... om nou, wederom het gedrag van iemand anders beter te kunnen duiden of te voorspellen? Ja, dat kunnen we wel doen. Dat, dat is iets wat we over het algemeen wel doen, ja. Um, wat, wat we proberen is... Ik vind die metafoor met de medische wereld wel mooi. Wij proberen symptomen te zien. Dus wij zien: uh, iemand doet iets niet, hè? die zou het eigenlijk moeten doen, maar die doet iets niet. En dan gaan wij kijken naar wat, wat, welke drijfveren kunnen we eigenlijk ontleden aan wat die persoon doet of zegt. Dus er zitten in mensen. Mensen zitten vol met drijfveren, die willen van alles. Hè. Die willen betekenis geven, die willen hebben bepaalde waardes. die willen gelukkig zijn, die willen verbinding, die willen een, een ingroep die het goed doet, een oudgroep die het slecht doet. Ze willen bepaalde autonomie en erkenning. En ze willen uh, voorzichtig omgaan met hun eigen energie. Uh, ze, ze willen allerlei evolutionaire doelen halen. Er is een hele bak aan behoeftes. Dat, dat, daarom zei ik, zijn er meer. Yeah. Zeg maar, maar daar kan ik op losgaan, maar dat ga ik yeah. niet doen. Het zijn allemaal behoeftes. Um, je kunt zien of die behoeftes een rol spelen in de uiting ervan. He, dus, uh, is iemand uh, de oudgroep naar beneden aan het halen? Is iemand aan het stereotyperen? Dan weet je, nou, die heeft nu op dit moment even een behoefte... dat die bij de juiste groep zit en de andere groep stom is. Ja. Um, die, die reactance, die opstandigheid... Hè, van uh, jij bepaalt niet wat ik zeg of ga weg, ik heb hier geen zin in. Dan, dan, dan voelt iemand zich um, niet erkend... of die uh, voelt zich bedreigd in de autonomie. Dat is heel belangrijk. Dan weet je dat. Oké, okay, iemand doet niet wat wij vragen. Die, die loopt rond en die zegt: Ja, maar die gemeente we zonde, we staan op gaan afvalbakken. Wat moeten ze nou? Dan weet je, oké. Okay, oké. Okay. Er is iets mis, zeg maar, in, in, yeah. in, de, in de verhouding uh, in de autonomie. Dat is heel belangrijk. Dus we zoeken steeds naar die uitingen van die behoeftes die mensen hebben. Yeah. Uh, is dat een behoefte waar, die ze nu aan het, aan het nastreven zijn? Of is die behoefte juist gekrenkt? En zie je daar een reactie op? Dat, zo kijk ik eigenlijk naar yeah. Dus dat, dat uh, en, en daar ja, uiteindelijk uh, zijn daar natuurlijk heel veel dingen waar je op kan letten. Ja. Maar dat moet de huisarts ook. Ja. Zeg maar, dat in die zin is dat ook, wat ik eerder zei, een soort ambacht. Die ja. weet ook van als iemand binnenkomt, nou dan ga ik een paar vragen stellen. Uh, ik, wil, ik wil steeds dat beeld kleiner van wat kan het zijn, wil ik steeds kleiner en kleiner maken. Dat doen wij in essentie niet anders. Ja. Ja, en dit, dit herken dus dit, dit, dit ik ook heel erg in mijn eigen werk. Als ik training geef en dan mensen hè, komen soms gestuurd. Of andere, andere, allerlei redenen waarom dat ze in het begin wat behoudend zijn. Hè, weerstand. Een, een grote verandering die ik bij mezelf heb gemerkt in de afgelopen jaren is: eerst was ik heel bang voor weerstand. Vaak omdat ik het meteen persoonlijk nam. Weet je wel? Dus ik dacht ja. meteen, dit gaat over mij of ze vinden mij stom. Ja. Terwijl 9 van de 10 keer gaat het niet over mij, want ze kennen me helemaal niet. Maar het gaat over andere zaken. Het gaat over ja. het proces. Of het gaat over eigen onzekerheid. Het gaat over hen zelf. Uh, het is een projectie. Ja. En het feit dat ik nu weerstand omarm. En juist denk het feit dat het wordt benoemd hier. Brengt mij veel verder dan dat we een soort gelatenheid hebben. Of dat het de veiligheid er niet is. Ja. Waardoor ze het helemaal niet benoemen. En dan maar gewoon een soort van blijven knikken en zeggen, nou, let's get it over with. Dat is eigenlijk veel moeilijker om daar doorheen te komen dan ja. iemand die gewoon die emotie uh, durft te delen. Ja, jij, jij hebt het denk ik over meer een beetje trainingssetting. Ja. ja, ja, ja. ja. Trainingssetting of uh, een lezing. Of een, inderdaad, het is dus gewoon de, de setting waarin, nou, veel van de luisteraars, of het nou leider is die één op één gesprekken voert. Ja. Maar dan gaat het ja, dus, best dan moet er uitzoeken, ik ben daar helemaal mee eens. Ja. En, er is iets dat we dat een beetje eng vinden. Wij vinden ja. weerstand eng. We denken we dat met een heel lief dekentje overheen leggen. Of we gaan het maar niet over hebben. Of we gaan het toch lekker hebben. We laten het even. We gaan even lekker doen of alles goed gaat. Nee, weerstand moet eruit. Dus ja, ik vind dat ook fantastisch. Ik, ja, dat is eigenlijk natuurlijk is dat niet fantastisch. Maar ik word er ook heel blij van als een, een bepaalde groep weerstand heeft tegen een verandering en gewoon leegloopt en gewoon in een sessie. Uh, die sessies doe ik ook wel eens. Los gaat, zegt van ja, klote plan en het slaat nergens op en het is bedreigend en, en ja, dat klote MT en gaan we los, gaan we los, gaan we los, gaan we los. En dan heel, heel deel van die weerstand is natuurlijk ook terecht, hè? Zeg maar. <coughs> dus dat is wel van belang. Plus het moet er ook uit, want anders yeah. kom je niet verder. En wat ik ook een, een vrij magisch uh, moment vind, is als de weerstand terecht is, maar het, de vraag of de verandering onvermijdelijk. Stel, het gaat over. Uh, ja, je, je, je baan wordt weggeautomatiseerd. Ja, verschrikkelijk. Ja, dat is dan, gewoon dan, dan je superkut. Niks mee. En dan we hebben mensen willen dan arbeidsmobiliteit, die willen van alles. Hè? Dat willen bedrijven. Van, Bereid je voor op. Maar wat doet die angst? Die verlamt mensen. En die verlamt juist die mensen die juist in actie moeten komen. Als je daar dan overheen stapt en je, en je erkent het alleen een beetje, maar je doet er verder niks mee, dan, dan komen mensen niet verder. Maar als je mensen los laat gaan op die weerstand. Van, ga maar. De, alle verdriet, alle boosheid. Ga er maar uit, ga er maar uit. Dan ontstaat er iets magisch. En ik ben benieuwd of je wil weten wat dat is. <laughs> nou, is een soort get the picture nu. Uh, ja. Ja, mag ik een klinker kopen? Ja, 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 ja. Nee, nou, dat, <laughs> wat ontstaat er dan? Dan, dan ontstaat er <laughs> op een gegeven moment vanuit de mens zelf een soort verzadiging. Er, er zit een verzadigingspunt aan het uiten van weerstand. En dat, dat Wist ik eerst niet. Dat heb ik gewoon mee moeten maken. Mm. Dat dat bestaat. Dat op een gegeven moment, als een. Dat ja, vind ik ook kloten. vinden allemaal kloten. dus jezelf vindt kloten. Op een gegeven moment gaat er iets ontstaan dat iemand denkt. Ah. Ja, en nu? dat klopt. En nu. Ja. Precies, precies wat je zegt. En nu. Wat, wat. Ja. Maar zolang je die weerstand hebt en die, die stoort je en die kun je eigenlijk niet uit, of die durf je niet te uiten. Dat remt je. Ja. In, 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 in de overheen stappen. Je moet het uit om de overheen te stappen. Dat vind ik echt heel mooi. Ja. Dan Denk ik, oké, okay, gaan we los, gaan we los, gaan we los. Het zijn hele zware dagen. Hoofdpijn aan het eind van de dag. Dat weet ik ook wel. Maar op een gegeven moment denken mensen zelf ook. Ja, het, hoe kloot het ook is, ik moet verder. Ja. ja. En het, ik, als ik dit eens dus luister. is een heel lang verhaal. Nee, maar nee, nee. nee, nee wat nee, jij maar... zei trouwens. Ja, maar dit, dit is fantastisch. Omdat ik gewoon uiteindelijk wel de luisteraar ook een paar pragmatische dingen wil meegeven. Wat, waar heb je dan als je erop stuit? Weet je, Omdat mensen eigenlijk dan niet weten hoe ze ermee om moeten gaan, gaan ze maar zo snel mogelijk weg van. Of ze gaan er overheen. Ja, nou, ja. En, en we merken allemaal, dat is niet de goede. Nee, <laughs> dan staat nee, er nee. een hoop gepruttel. Uh, en dan verlies je dus invloed. Uh, die, die je ten goede had kunnen gebruiken tijdens een dag. Ja, omdat mensen een beetje bang zijn voor de weerstand, bang zijn voor de shit, bang zijn voor de boosheid. Ja. En je zegt op het moment dat je dat juist even de ruimte geeft. En het even is natuurlijk een rekbaar begrip. Dat, ja. dat bepaalt misschien wel de, de, degene die de weerstand ervaart. Ja, zeker. Ja, die moet verzadigd raken. Die moet verzadigd raken. Ja, die moet zelf. Zij moeten, zij meer, een of meer, moeten zelf op het punt komen. Oké, okay, nu heb ik dit zes keer gezegd. Nu heb ik zeven keer gezegd. Nu wil ik verder. Ik wil hier uit. Ja. Maar. En het, het is een soort acceptatiepunt van wat is, hoor ik je eigenlijk zeggen. Dat men accepteert. Ik vind het superkut dat die baan gesaneerd wordt. Maar er komt op een gegeven moment een punt... dat iemand accepteert... ik ben rock bottom. Ja, ja dit is dus wat is. Ja. ja, en er kan nog steeds wel... boosheid bij zitten. Maar hij is in ieder geval geuit. Hij is verzadigd. En uh, daar komt bij... van oké, okay, ik kan nog steeds... boos zijn op dat management. is prima. Maar ik moet wel zorgen dat ik... Dat ik hier iets aan ga doen. Ik moet wel zorgen... dat ik me ga voorbereiden, factures ga kijken. Dat soort dingen, ja. En pas vanaf dat moment... zou je kunnen zeggen, dan wordt men ontvankelijk voor... een interventie... die, ja. die ik dan als... als He, ik, ik zou mezelf geen veranderkundige noemen. Maar wel als trainer op dat moment kom ik ja, kom ik uiteindelijk ook iets brengen. Het gaat ook over gedrag. Ja. Het intrainen van een gedragsmatig iets. ja, maar ja de, daarvan ben ik inderdaad. Mensen moeten wel openstaan om daar überhaupt mee aan de slag te ja, gaan. ze beginnen dan open te staan. En op het moment dat jij het vertrouwen hebt gewonnen... en jij ook in mijn optiek ook oprecht de mensen wil helpen... en ja. niet uitvoert wat, uh, wat moet. Maar oprecht ze wil dan helpen, dan heb je daar een begin. Ja. 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 Ja, Het ja, blijft natuurlijk kwetsbaar, maar je hebt zeker een begin. Een open ja, Echt anders. Ja, precies. Ja. Ja. En hoe, wat voor weerstand zouden we dit noemen? Deze misschien wel gegronde emotionele weerstand op, op een verandering? Ja, dit, dit is een combinatie van alles volgens mij. Oké. Okay. Ja, dus alle drie de vormen. Er, ja, precies. Er zit die boosheid, die opstandigheid zit er zeker in. De manier waarop. Uh, uh, ja, er zit natuurlijk heel veel teleurstelling bij. Dus dat uh, mensen zijn ook hun autonomie voor een deel kwijt. worden. voelen zich niet erkend, zitten er allemaal in. Uh, de onzekerheid van scepticisme, de tweede weerstand. Dus je hebt react en scepticisme inertia. Dus react hebben we net behandeld. Scepticisme, de bron is onzekerheid. En dat zit natuurlijk op alle vlakken. Wat gaat deze verandering brengen? Wat betekent dat, maar ook voor mij? Wat kan ik eraan mee? Ga, uh, lukt me dat wel? En als je daar heel onzeker in bent en het niet ziet, dan verlamt je ook. Ja. Yeah. En de derde is, ja, je hebt niet de energie of de urgentie om in actie te komen nog... omdat je verlamd bent, ja. zeg maar. En dat komt weer door die emotie. Die emotie creëert die verlamming. Ja, ja. maar stel dat je die uh, boosheid wegneemt en je neemt die onzekerheid weg... dan zou het nog kunnen in theorie dat mensen wel zeggen... Ah, dat moet ik doen, maar ik doe het niet. Ja. En dan zou je daar nog wat aan moeten doen. Ja. Maar het voordeel van de situatie die je net beschreven is dat... Dat wel zo'n urgentie is dat inertia wat minder kansrijk is. Ja. Maar in heel veel dingen zien we inertia. Dat zijn heel veel dingen. Oh ja, dat zou ik moeten doen. Oh ja, ik zou. Ja, tuurlijk, Dit is het wil, goede voornemensgedroom? Ja, precies. Ik wil okay. gezonder leven. Of uh, ik zou uh, milieubewuster moeten zijn. Dus zijn allemaal dingen waar je op dat moment niet de urgentie voelt. Of niet, niet genoeg voelt. Om die andere dingen te laten die directe beloning geven. Ja, dat, ja. dat is het eigenlijk meer. Ja, en dat, dat, de vijand dat... geeft directe beloning. En wat je ja. eigenlijk wil. Ja, wil tussen aanhalingstekens, want wil je het wel echt als je gaat? Ja. Dat is dan verder weg en uh, moeilijk en minder urgent. Dus, dus ik herken dat uh, als we dit weer even heel pragmatisch in een voorbeeldje gieten, uh, we hebben het voorbeeld van de tijdmatrix, uh, uh, in het geval van, uh, van koffie, waarin uh, mensen merken ik, ik reageer op alles wat urgent is. Dus uh, ieder inkomende notificatie handel ik meteen af. En het einde van de dag heb ik uh, heel veel to-do-lijst over, zeg maar. Uh, en, en wat ze dan willen is meer rust in hun agenda en hun hoofd. Uh, betekenen dat ze zich beter kunnen focussen op bepaalde momenten. Uh, misschien leer, nee leren zeggen tegen onbelangrijke zaken. Uh, maar als mensen dan binnenkomen, ja, zijn ze in eerste instantie voelen ze heel erg de urgentie en dan hebben ze al helemaal geen tijd voor zo'n training, weet je wel. Dus we beginnen ook altijd weer een beetje het gevoel dat je helemaal geen tijd had vandaag. Nou, dan gaan alle handen omhoog, zeg gefeliciteerd. Daar gaan we ja. dus over hebben. Uh, maar, maar dan voel ik dus inderdaad, als je dan een rondje doet, hey, wat verwacht je van vandaag? Ja, ja, Dan hoor je af en toe die inesia. In Etia. In etsia. Ja, 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 je kan altijd beter worden. Hè. Of ja, ja, ik zie wel, weet je wel. Ja. Dus je voelt er is geen urgentie. En natuurlijk staan ze op zich wel een beetje open. Maar er gaat nu geen. Gaat niks anders veranderen nu. Hè? Nee. Of als nee de... Dat komt ook omdat dat natuurlijk een soort God-terms zijn. Die dingen, meer vitaliteit of duurzaamheid. Gezondheid, maar ook meer ontspanning, meer grip op je agenda. Natuurlijk zijn dat dingen waar je geen nee tegen zegt. Dat zijn woorden waarvan je denkt, ja, dat wil ik. Ja. Omdat het positief gevreemde dingen zijn waarvan je ook weet, ja, dat iedereen wil dat. Maar wil je het echt in de zin van, laat je er dingen voor? Ben je ook bereid om een prijs te betalen ja, daarvoor? Ja. Alle waarden die er zijn, en, en waarden en, en mooie termen en doelen die we hebben, dat zijn allemaal over het algemeen positief. daar noem ik het God-terms. Ze zijn gewoon positieve dingen, die wil iedereen. Ja. Ik vind dat niet interessant. Ik vind het alleen maar interessant als het iets kost. Gaat het ten koste van iets? Ja. He, moet je nou iets laten? Moet je nou iets niet doen om dit, wel, om, om, om dit doel te bereiken? Ja. Ja, en dan zie je pas, wil je het echt? Ja. Natuurlijk heeft, wil iedereen uh, die dingen die ik net zei: ja. vitale. En uh, laten, we, laten we die, wat, wat, wat krijg je, wat moet ik dan voor laten? Hè? Nou, er zijn ook meerdere dingen. Dus ik kan me voorstellen waarvoor ik hem laten is, is uh, misschien wel heel veel het onbewuste gedrag. Waarbij adrenaline, ja, mensen vinden uitstellen. Ik krijg van mij een beloning, want er komt er om even een beetje druk bij. En doe ik op het laatste moment. Heb ik in de middelbare school al geleerd. Dus waarom zou ik het moeten plannen? En we, we, we. Ik, ik ga aan van een beetje. Adrenaline. Dus ik wacht voortdurend tot het laatste moment. Noem maar van dwarsstraat. Uh -huh. Of uh, de Mr. Pleasure. Ja, wat, wat, wat is het probleem, even Het probleem zou in dit geval zijn uh, nou, meer, meer, meer ontspanning, meer rust, uh, 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 betere, hogere productiviteit. Doordat ik focus op de dingen die belangrijk zijn. In plaats van dat ik voortdurend aan het rennen ben op wat urgent is. Die omwenteling. Ja. En ik zie jou kijken. Nou ja, je, je vraagt. Prima, zeg maar. Maar dat vraagt natuurlijk heel veel. Dat vraagt weer, dan kom je weer op die vier domeinen. Hoe ziet de architectuur eruit? Dus hoe ziet de omgeving eruit? Hoe worden mensen aangestuurd? Hoe krijgen ze dringen binnen? Hoeveel tijd en ruimte hebben ze om bepaalde taken uit te voeren? Hoeveel tijd en ruimte hebben ze om te plannen? Hebben ze de competenties? Dus de omgeving, competenties, drivers, resistances. Die lopen er allemaal na hierop. Dan kijk je, oké. Okay. Is dus de omgeving dienend om dat nieuwe gedrag te vertalen? Nou, ik, ik ben even advocaat van de duivel. Hè. Dus omgeving. Laten we omgeving pakken en zeggen we nu als voorbeeld. Ik wil, ik wil een invulling, ik wil een soort etalage maken hè, voor, ja? voor de luisteraar om, 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 het, om het te begrijpen. Uh, nee, omgeving is niet helpend. Want uh, zo'n zo, zo manager van, van ja. een medewerker die, die stormt gewoon binnen en zegt moet gewoon nu gebeuren. Precies. Nou, dus, dus, dus als voorbeeldje, dat, dat gebeurt in zo'n omgeving. Dus, natuurlijk, ja. Er zullen veel meer van die prikkels zijn. Ja. 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 Okay, dus, de, dus dat da zijn allemaal dingen die eigenlijk toe zorgen dat het gedrag wat je tot nu toe vertoont, eigenlijk best logisch is. Ja. Want die omgeving stimuleert dat ook. Ja. Natuurlijk zijn er allemaal mensen in de omgeving, vooral van HR en wie dan ook, die zeggen: Nee, maar het uh, is heel belangrijk, let op je. Let een beetje op jezelf, durf nee te zeggen. Uh, pak je aan, <laughs> plan lekker. Ja, toch, <laughs> doe je dit. uiteindelijk de, de echte prikkels om je heen, die zeggen gewoon werken, trut. Ja. Werken. Hup. Rennen. En nu. Ja, het is urgent. Het is urgent, man. Als ik dit niet goed doe, dan krijg ik om mijn flikker of ik sta, uh, ik sta voor gek of wat dan ook. Dat, ja. dat zijn de echte prikkels in de omgeving. Ja. Dus ik denk, ja, heel leuk dat je het zegt. Maar uh, wil, wil de omgeving het ook echt? Zeg maar, ja. wil jouw bedrijf dat ook echt of blijft hij gewoon? Die semi-urgente spullen op je af En, en hoe, hoe challenge je dat in zo'n situatie? Dus als je in zo'n organisatie bent, waar, ga je dan met. Wil je dan zeggen, als ik de boardroom niet uh, voor mijn neus krijg, of daar een soort buy-in heb, dan gaat het niet lukken? Of uh... ja, dat wordt heel lastig, ja. Ja, ja nee, nou, dat is gewoon onderdeel van de sanity check. Want jij ja. zegt natuurlijk zeg je dat je. Eigenlijk je zou het heel mooi zijn als jouw medewerkers uh, nog on, uh, ontspannender zijn. Want dan kunnen ze nog harder werken. Toch? En ervaren ze minder stress. Dan kunnen ja. ze het allemaal goed plannen. Doen ze nog meer, zijn ze nog productief. Kan het nog beter, groter zijn. Kun je nog meer winst maken. Ja. Dat, dat, dat zou echt heel fantastisch zijn. Natuurlijk wil je dat. Maar als, als, je daar, als ik daar rondloop en ik zie dit soort uh, processen. Dan zeg ik, ja, dan gaat je gewoon, dat gaat op deze manier niet lukken. Dus ben jij bereid de keuzes te maken die je moet maken. om te zorgen dat je mensen. Uh, daar ontspannender in zijn. En dat ze vooral de belangrijke dingen doen en niet per se de urgente uh, ja. dingen. Ben jij echt bereid? En ik heb dit ook recent, ik kan dat niet benoemen, maar ook nog aan de hand gehad. Dat ik terug moest naar een zeg maar, soort van raad, ja. uh, boardroom. Om te zeggen: van, Wil je dit echt? Wat je nu voorstelt, gaat allemaal consequenties hebben. Dit en dit zul je anders moeten doen. Dit, levert, uh, dit verlies je ermee. Dit win je ermee, dit verlies je ermee. Ben jij bereid die keuze te maken? Ja. ja, en ik denk dat wij. Wij best wel vaak bij, bij dit soort voorbeelden uh, daar gewoon uh, denken dat het goed is wat we willen. Ja. Maar het eigenlijk niet helemaal doordenken. Dus wat ik hieruit leer is, uh, het is heel makkelijk om dan die positieve die God, uh, uh, terms, God terms uh, met elkaar, ja, dan gaan we helemaal lekker op. En een high five elkaar, we zeggen. ja, dat willen we, ja, dat wil ik ook, ja, uh, iedereen ja, wil het. Feedback cultuur, feedback ja, oh, fantastisch. Uh, ontspanning, weet ik veel wat. Uh, Alleen jij ja. zegt, we moeten dan snel bewegen naar wat is de prijs die we daar nu op dit moment nog onbewust, maar wat is de prijs die mensen daarvoor betalen en zijn we en, en wat vraagt dat ook van? de veranderaars, de, de leiders die uiteindelijk duidelijk iets op een bepaalde manier doen... zijn we bereid die prijs te betalen? Ja, ja de, de eerste is wat je eerder al uh, opmerkte. Van De eerste is dat je gewoon logisch begrijpt... waarom dit gedrag überhaupt tot stand komt. En, en er zijn vier domeinen, maar laten we even op die omgeving richten. Ja, wat doet die omgeving eigenlijk? Ja. Dat, dat wetende weet je ook dat je die omgeving zou moeten aanpassen... Ja. Oh, want dat is een ongelooflijk belangrijke uh, stimulans van gedrag. En ben jij bereid die kosten te dragen van die veranderde omgeving? Ja. Die er dus voor zorgt dat mensen ook inderdaad nee zeggen. Inderdaad uh, misschien meer tijd nodig hebben voor bepaalde dingen. Inderdaad niet elk brandje blussen. Dan moet jij ook accepteren dat de brandjes niet geblust worden, omdat die minder belangrijk zijn. Ja. Dat, dat, ben, je, ben je bereid? En kun jij dat naar boven toe of naar, naar uh, klanten toe... of wie dan ook, kun je dat uh, verkopen. Ja. En uiteindelijk is natuurlijk de vraag... uiteindelijk is... Uh, wil je rustig gaan zitten met elkaar en zeggen... oké, okay, geef de, de omgeving die wij ook hebben als bedrijf... wat wij moeten leveren... wat is een haalbare variant... om te zorgen dat jij daar meer rust in krijgt. Maar niet gewoon met dat modewoord mee... maar nadenken... wat is in onze situatie, in ons bedrijf haalbaar? Hoe kan ik jou meer uh, laten ontspannen op die dingen? Maar... Halen we nog wel de doelen die we willen? Ja. En stel dat het belangrijk is dat er af en toe wel gewoon brandweermannen rondlopen. die brandjes blussen. Hoe fixen we dat zonder dat jij doordraait? Zeg maar. Dus dat is echt een collectief op maat proces. Dat ja. is geen. Ik geloof daar helemaal niet in een standaard methodiek of oplossing. Ik hoop niet dat ik mensen nu beledig. Maar. Nou, en nou, als dat zo is, dan mag dat. Want uh, dat. Uh... Moet je gewoon niet luisteren. <laughs> ja, wat, wat je zegt is nu een soort one size fits all fits niet. Want daar heb Nee, nee dat, dat, een one size fits all leidt ertoe dat sommige mensen in een veel te strakke legging lopen. Anderen in een veel te ruime legging. Anderen een legging die de kleur gewoon niet bij hen past. En anderen zien er prachtig uit in die ja, legging. Ja. ja, dus het gaat sommige mensen wel passen en anderen denk je, doe dit niet. Hadden had ja. het anders aangetrokken. Ja. Waarbij dus een collectieve verandering. Ik vond tijd voor een grapje, sorry. Ja, ja, en dat mag. Ja, en ik vind dit heel leuk. Ja, dit, dit beeld helpt mij. Ja, ik zag dat je het voor je zag. Ja, 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 precies. Okay. Ja, dat klopt. Ja. Dus dit is die dit is die omgeving. En ik vind het zo mooi. Ik, ik, ik las een onderzoek over tr triggers. Tr triggers in de omgeving. Dat het soms nog niet eens met gedrag te maken heeft. Maar er was bijvoorbeeld een organisatie die wilde dat mensen meer water uh, dronken in plaats van uh, koffie. Ja. En, en, en stond dan op, iedere, op iedere afdeling stond dan zo'n uh, zo mooie koffiecorner. Weet je wel? Met, 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 en, en water moesten mensen dan maar uit de kraan halen uh, op de wc of zo. Maar dat, dat zie je niet. Uh, dus je, zit, je bent aan het werken en je denkt: oh, dorst. Ja. En het eerste wat je ziet is die mooie koffiecorner. Even eh, jij wil, eh, je zou, af en toe wil je gewoon even, gewoon even one-liner. Ja? Het, het ongewenst gedrag zo moeilijk mogelijk maken. Het gewenst gedrag zo makkelijk mogelijk ja. maken is één van de, de? Ja, tientallen oh, dingen ja, die je kan doen. En die one liner gaat meestal op. Meestal, precies. Soms willen ja, mensen juist die dingen die moeilijk zijn, want die voelen als waardevoller. Maar over het algemeen, als het iets is wat, wat mensen niet met hart en ziel doen, dan uh, helpt het om het, uh, het ongewenst, uh, de koffie dan moeilijker te maken en het water makkelijker yeah. Ja, dus, dus één hadden... van de. Dat is heel simplistisch, maar dat is wel. Precies. Ja. En dat zo simpel als. Hè, dus dat, je denkt dan gewoon bij jezelf: in dit geval, in dit specifieke geval, hoe simpel kan het zijn? Maar ze hadden een aantal koffiekorrels gehalveerd. En overal gezorgd dat iedere ochtend. karaffen water klaar stonden op al die bureaus. Laat maar raden. Er werd meer water gedronken. En er werd minder meer. Koffie. Precies. Ja. Meer water ja. en minder koffie. Ja. Ja, ja, ja. Of zo ja, dit... simpel als als je niet wil snoezen. zorgt dan dat die telefoon niet naast je. op je nachtkastje ligt. als je wakker wordt. Precies. Ja, ja dus de, die, die omgevingsdingen zijn hartstikke belangrijk. Ja. Het gaat niet alleen maar over wat mensen willen en niet willen. Maar, ook de, 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 maar die omgeving raakt natuurlijk mentale constructen. Hè. Ja. Het feit dat iets makkelijk is, dat raakt je dat je denkt, oh ja, gemakkelijk hoef ik geen moeite te doen. Het is niet alleen, het is altijd de omgeving die iets in jouw hoofd doet. Dus dat moeten we even duidelijk zijn. Precies, er zijn meerdere factoren. Maar het ontwapenende van, zeg maar of het pragmatische van zo'n verandering, eerlijk Erik, voordat ik bijvoorbeeld Tiny Habits las van B.G. Fogg of volgens mij Atomic Habits van James Clear. Ik lees dat allemaal, ik lees heel weinig. Oh, ken je niet? Nee. nee. nee ik, okay. ja, dat, ik, ik ken het concept een ja. beetje, maar ik, ik lees gewoon mijn eigen veld. Oké, okay, precies. Je ik doet je eigen onderzoek. Ja, ik let eigenlijk niet op. Ik ben zo'n zo veelvraten en dan maak ik daar een leuk ja, verhaaltje van. Dat was ook met sprekers in het begin: hè? onderscheid ja, tussen de mensen die, precies. die je zo lezen en de Ik de zit dus die inderdaad in die, in die ja. andere hoek. Ik doe zelf ja. geen onderzoek. Um, maar de, de, eerder zou ik mezelf ervan geven. Dus, hè, dus ik lig in mijn bed, mijn telefoon ligt naast me, ik wil niet snoezen. Uh, en, en vervolgens, als ik dat wel doe, dan gaat mijn ego mij ervan last geven. Ja, sukkel. Dan doe je het weer niet. En hoe moeilijk is het om dan meteen op te staan? Dus er ontstaat heel veel verkramping. Er ontstaat heel veel frustratie naar mezelf. Mijn eigenwaarde daalt als een malle, omdat iets oogenschijnlijks kleins mij niet lukt. Ja. En dat is eigenlijk heel vervelend, want uiteindelijk heb ik en niet het gedrag wat ik wil. En ik ben heel gefrustreerd. Ja, he. En heel vervelend. Terwijl dat dan uiteindelijk zo'n interventie als, nou, weet je, zorg dat dat ding niet in je slaapkamer ligt. Als je het hoort, denk je, ja, de. Maar als je in die veranderproces zit, zit je een soort van disruptie. En dan zie ik die oplossing helemaal niet als mogelijk valide... om mezelf te, het goede te, ja, te laten nou, doen. Ik denk wat het is, dat je gewoon te veel verwacht van zelfcontrole. Te veel, te veel verwacht dat als je even gemotiveerd bent, dat je dat blijft. Onze, onze blik daarop, dat we onderschatten de invloed van die omgeving... Ja, dus wij, onze intuïtieve blik op die verandering is gewoon niet helemaal heel goed. Nee. En als je daarin meegaat, ja, dan is het teleurstellend. Ja. En we overschatten dus misschien ook wel onze motivatie. Ja. Uh, uh, we zijn nu het einde van het jaar. Deze aflevering komt volgens mij december uit. Uh, ja, dus mensen zitten in hun goede voornemens. Ja. En we weten gewoon ja, niet heel veel goede voornemens gaan het redden, zeg maar, na de eerste twee weken in het nieuwe nee. jaar. Nou, hoe erg is dat? Ja, je moet niet dingen verwarren. Dat, dat dingen je leuk lijken is niet hetzelfde als dat, dat je dingen wil. Ja. Wil je ze echt, zeg maar. Wat is het, het verschil voor jou om, daartussen? Dus nou, ben je bereid vinden. om daar, uh, daar offers voor te pakken? Ben je bereid om die offers ook echt te pakken? Wil je dat? Vind je het zo? Vind je dat uh, niet meer drinken bijvoorbeeld? Ja. Uh, wil je dat zo graag? Uh, of ga je dan, uh, ben je echt bereid om die gezellige avonden te missen? En dan diegene te zijn die, die wat anders pakt? Ja. Uh, dus voor sommige mensen ja, maar voor heel veel mensen is het... het feit dat iets je leuk lijkt, is niet hetzelfde als dat je het heel graag wil. Ja. Maar dat, dat, dat is een lijn die ik zou willen meegeven. Ja, ja dus nu je, kon, dan komen er een paar wat voorbij. Je Spijn. ziet pas of je het echt wil, als je bereid bent om daar ook de consequenties voor te dragen. Ja, dus hier zit iets heel belangrijks aan het einde van een interventie. Denk een één-op-één gesprek van een leidinggevende, een training... Uh, uh, waar je dag lekker bezig bent geweest. Je bent in het begin van die dag heel duidelijk begonnen over het doel. Eh, dat is denk ik voor de deelnemers ook heel belangrijk. Dat je hen de autonomie geeft van... Oh, joh, wat brengt je hier, wat, eh, wat zou je willen uiteindelijk. Dat, dat zij dat voor zichzelf helder hebben. Overigens, zelfovertuiging is voor mij... een van de belangrijkste technieken ja, in een training. Ja. Om hen gewoon de vraag te stellen... hoe zou dit je kunnen helpen in? In plaats van dat ik allemaal argumenten ga gooien van... dit zou je kunnen helpen bij... nee, laat ze het zelf maar bedenken... Ja. Um, maar dan op het einde zou je kunnen zeggen... het allerergste is, is dat we op het einde... dat we heel veel theorie hebben, heel veel uh, tips en tools... en dan uh, nou, doen we er even een evaluatietje... en dan zeg ik dankjewel, toeluladokie... En, dan en dan zeggen ze, joh, dat was een leuke dag... En joh, ook wel leuke dingen gehoord... maar dus dat, de verandering van... oh, dit zou wel kunnen leuk zijn of ik wil dit... vraagt misschien een aantal vragen. Die... Ja, ja, zeker. Hoe, hoe, ja. hoe kunnen we voor luisteraars, dus misschien is tot slot, kunnen we hen een, een, een soort lijstje geven van een aantal vragen die, die, een, die, die, een, ja, die een plan maakt. Hoe, hoe maak je een plan? Om dus voor jezelf te bedenken, ga ik dit doen of niet? Ja, okay, Waarbij ja, nee ook een ja. prima antwoord is. Maar... Ja, dan vraag je om een soort methode. Hoe doe, hoe doe je in een workshop en hoe, hoe, hoe spreid je dat uit? Ja, ik, dat vind ik moeilijk. Want voor mij een workshop is een middel, zeg maar. Ja. Dus, uh, mijn vraag zou eerder zijn: Is dat het juiste middel om. Ja, dus ik, 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 nee, daar kan ik niet op ingaan. Nee. nee, want voor mij is. Kijk, als jij vastzit aan een workshop. en je wil je workshop zo impactvol mogelijk maken. Dat, ja, dan dat kan. Dat snap ik heel goed. En dan zullen er een paar logische dingen die, uh, zijn die je doet. Dus eh, ik denk dat kunnen mensen ergens wel bedenken. van ja, je moet dus een manier hebben om te, om te weten. of mensen het ook echt willen. of ze daar vertrouwen in hebben dat ze het doen. En hoe zorg je dat ze commitment maken op die stapjes, hoe zorg je dat ze uh, reflectie blijven houden op haal ik het of haal ik het niet? Dat zijn op zich dingen die wel die zijn te doen om het maximaal uit de workshop te halen. Maar voor mij, ik ga natuurlijk terug, terug ik ga ja. ervoor, want ik denk ja. wat is nou het beste middel om te zorgen dat jij, stel dat je echt gezonder moet leven en je wil dat ook, hè, je hebt bepaalde problemen waardoor je dat wil. Wat is de beste manier om jou dat te laten doen? Dus ik ga helemaal terug naar, ik ga terug naar de tekentafel en dan zou het een workshop kunnen zijn of niet. Dus dat zou, ja, dichter bij mij ligt de vraag van: workshop? Ja, waar, waarom dus, zou, zou dat dan? Waarom moeten ja? moet ze een training doen? Überhaupt? Ja, misschien, uh, misschien moeten we even gewoon een dagje door het bos wandelen. Of misschien uh, moet je wat lezen. Misschien moet je een werkboekje van een of ander hebben. Of misschien heb, heb jij wel in dit geval uh, eerst even nog wat meer inspiratie en motivatie nodig. Voorbeeldgedrag? Ja. Dat, dat weet ik niet. Nee. Ja ja dus ook hier weer verwisselde de vorm niet van, van, van het doel de vorm is niet het doel uh, uiteindelijk die gedragsverandering is het ja, doel ja maar, maar dat is bij mij hè dus ik verwijt niemand wat nee ik en snap tegelijkertijd dat er mensen er anders in zitten heel veel mensen hebben een methode ja ja. ja, of, of zijn, zijn ik... legio ja. free, freelance trainers die gewoon ja. Ja, ingevlogen worden voor de training. En dus eigenlijk niet de invloed hebben om aan die tekentafel een analyse te doen. Nou, die worden gewoon gevraagd om, ja. Ja, om, om, om die training te doen. En ja. die proberen dan ook tijdens die training, zo goed als dat ze dat kunnen. hen in ieder geval de, die deelnemers naar buiten te laten gaan. Met in ieder geval de, 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 de kans dat ze er iets mee gaan doen. Ja, nee, dat klopt. Die, dat, dat, is, dat is mooi werk. Ja. Maar dat is niet mijn werk. Nee, nee. Dat, ja, dat is niet mijn werk en niet mijn probleem. Nee. Dus uiteindelijk, die opdrachtgever, die, uh, die, die die trainingen eigenlijk, die zegt: We moeten een training hebben. Ja, die trainers, dat, ja, dat vind ik mooi. Trainers die, die het maximale uithalen, perfect. Doe, doe je ding. Maar voor mij is die opdrachtgever veel interessanter. Dat ik denk: van, waarom, waarom kom jij nou nu al met: We moeten een training hebben? Hoe kom jij daarbij dat je nu een training moet hebben? Misschien moet je iets heel anders hebben. Dus mijn focus ligt helemaal op die opdrachtgever. Yeah. Om die mee te nemen. Oké, okay, je hebt een bepaald uh, probleem. Je hebt een bepaalde doelstelling. Wat is de beste manier om naar te komen? Dus hey, het is geen onwil van mij. Maar ik, ik, uh, ik ben altijd diep in de zin heeft. dat ik wil. Ik, wil uh, ik denk zo min mogelijk in middelen. Dat yeah. is het eigenlijk. Yeah. Dus yeah. Dat, ja, dat is misschien even vervelend voor je luisteraars. Maar ik zou het ze zo ook adviseren om even terug te gaan naar die uh, yeah. opdrachtgever. Ja. Ja, daarin mee te denken. Want uiteindelijk ma maakt dat je, dat, dat zou ook kunnen betekenen dat je als trainer ook andere type interventies gaat maken. Dus je mag ook misschien als trainer iets meer, of eh, welke beïnvloeder je dan ook bent, spreker, trainer, uh, coach, uh, noem maar een dwarsstraat. Maar je mag misschien zelf ook wat meer challengen aan, aan de voorkant. Van joh, waarom doen we dit eigenlijk? Of, ja, als, jou, als jouw doel is om uh, het, echt het optimale of maximale effect te halen... dan vind ik dat je dat kan doen. Maar als jij besloten hebt van ah, ik vind spreken gewoon gaaf... ik merk dat ik veel effect heb, ik doe het graag... Ja, dan heb ik echt geen oordeel over dat middel. Dan moet je het ook zeker doen. Maar mocht, jou, mocht jouw doel zijn, ik wil die klant helpen bij maximaal effect... Ja, dan zou je af en toe de reflectie kunnen doen: is dit het juiste middel? Ja, ja. ja. maar ik wilde echt op geen enkele manier afbreuk. Nee, Want dus... ik, ik snap dat je, als je dat met, met hart en ziel doet uh, en, en je, krijgt, je ziet gewoon dat je mooie zaken voor elkaar krijgt, ja, uh, god zeg je gewoon. Ja, doen lekker. Zeker. En ik zou het ook wel tegelijkertijd, mij, voor mij, dus als ik kijk, stel ik zou afnemer zijn, zou mijn geloofwaardigheid. Of, of eh, om, om een, van iemands expertise zou enorm omhoog gaan als iemand zegt: Hey Glenn, ik luister naar nou wat je wilt tijdens deze dag. Maar, maar dan ga ik me, als ik dit goed beluister, ga ik mezelf nu niet verkopen. Dan zou ik adviseren om, nou, ga lekker een boswandeling doen of gebruik dan die tijd om even te verbinden met elkaar. Want volgens mij zit daar de behoefte. Ja. En op het moment dat je uh, nou, een inspiratie hebt op topic ABC, nou, vraag me dan zeker wel. Maar mijn, eh, je mag hem ook nog steeds inhuren. Maar mijn advies voor jou zou zijn, doe het nu niet. Nee, ja, maar dat, is toch gewoon... dat zou natuurlijk fantastisch zijn als als, ja, als als spreker zegt of trainer van joh, uh, dan moet je mij maar nu niet zijn hebben. Mensen, er zijn mensen uh, die, die dat doen, dat is ja. hartstikke mooi. Dat is heel integer, ja, toch? Je, je pakt het belang van die ander. Ja. Ja. Dat... En uiteindelijk weet je ook wel als je zo door het leven gaat, dat goede dingen gebeuren. Ja, dan komt het uh, ja. vanzelf uh, weer ja, de, uiteindelijk tuurlijk. terug, vroeg of ja. laat. Hey Rik. op het moment dat, uh, dat luisteraars hier meer over willen weten, uh, echt in willen duiken. Uh, wat, via welke weg komen ze dan misschien bij meer informatie over jou en uh, je, je, je academy? Ik zou beginnen met uh, www.gedragsverandering.nl okay. of www.gedragsveranderaar.nl Oké, okay. tijdig Als je gedragsverandering Of Ja, tuurlijk. <laughs> gedragsverandering of gedragsveranderaar. Als je daar begint, dan, uh, dan uh, ontstaat er een mooie jigsaw puzzel. Mooi. Mooi, dan gaan we naar, uh, naar de afronding. Het zijn een aantal vragen. Het zijn vragen die ik iedere gast stel. En het eerste wat je in je opkomt, uh, mag je meteen uh, ter tafel brengen. Let's go. Let's go. Wat is een boek wat je Norm heeft uh, geïnspireerd. Uh, en wat je wellicht ook cadeau hebt gegeven aan anderen? Invloed van Cialdini en um, The Warmth of Other Suns. En met andere zon. Ja. Mooi. Wat is een mythe over gedragsverandering waar we echt vanaf moeten? Uh, dat we moeten nudgen. <laughs> Band. <laughs> dat, ja, dat... Misschien wel, misschien niet. Dat is, plus... weer, dat is weer het middel. Ja, plus wat is ja. oké okay. Je mag een uh, uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen? Hou van jezelf. Zoiets. Mooi. Iets, iets, iets leuks. Iets, iets leuks. Pak <laughs> een ontspan, man. Kom ontspan. ja, ja adem. Hou gewoon jezelf. Hou van jezelf. Ja, ja, van van jezelf. Ja, ja. Uh, stel, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat zou je dan doen? Ja. Dan zou ik zou ik dingen misschien op tv doen ofzo. Ja, zou je wat zichtbaarder zijn dan? Ja, nee, maar dat heeft eigenlijk niet meer angst te maken. Mm. Ja, als angst geen rol zou spelen. Ja, weet ik. Niet. Ja, ik zou het liefst profvoetballer willen zijn, maar dat kan ook de, 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 de jongens gebrek en techniek. Kan dat niet? De jongens stroom is toch nee, ik voetbal? Als angst geen rol zou spelen, misschien, misschien meer kinderen of zo. Ik heb geen idee. Okay. Ja, misschien Ho meer kinderen. Hoeveel kinderen heb je nu? Uh, ik heb uh, uh, je, je moet zo vandaag ja, samengesteld gezin van vier. Lekker ah, daar, precies. Ja, ja, check. Hey, uh, wie is voor jou persoonlijk een idool of inspiratiebron? Ja, ik, ik vind Martin Luther King uh, heeft mij heel erg geïnspireerd toen ik ergens tussen mijn zestiende en mijn twintigste. 20e... Mm -hmm. uh, ja, er zijn er heel veel, uh, maar het kunnen ook uh, veel acteurs in films zijn. Nou, ja, nee, weet je wat het is? <coughs> Als ik kijk van wat vind ik fantastisch in speeches, wat vind ik fantastisch in Netflix series? Er zit bij mij altijd een soort mannelijkheid, maar de vraag van wat is mannelijkheid en. De onoplosbaarheid van die vraag. Dat vind ik, dat fascineert me. Van hoe zou ik eigenlijk moeten zijn als, als man? Hmm. Hè, bij, ja, 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 wat? Hoe verhoud ik mij tot mannelijkheid? Ja, dat vind ik fascinerend. Dus allerlei prototypes of filmpersonages of mensen in het echte leven. Dat gaat bij mij allemaal om die vraag: van yeah. hè, is daar. Wat, wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou, voor die, voor die? Uh, kun je er iets over zeggen, überhaupt? Bestaat het? Maar ik, het fascineert me. En dan kijk je een James Bond film of zo. Dan, en James uh... Bond alweer net niet. <laughs> ik zit wel vri vrij veel in de. Ik vind die films in de jaren twintig. Uh, oh, echt beetje. die oude. Met Dean Marden. Uh... Ja, en um, Breaking Bad. Oh, blinders. Uh, wow. Peaky Blinders. Dat zijn, ja. dat zijn. Voor mij, maar dat, misschien is het is misschien helemaal niet zo bedoeld. Zijn dat echt. Afwegingen over oké, okay, daar, daar wordt iemand neergezet als een bepaald prototype man. Ja. Uh, Gaat het goed? Slecht? Wat vinden we daarvan? Past dat? Uh, ik ja. vind dat fascinerend. Ja, mooi. Zo nou. kijken krijgen. Ja, dat is een thematiek op een manier Leuk, Leuk. Hey, je mag een muzieknummer in de overspreek gesproken jukebox stoppen. Ik vraag bijvoorbeeld sprekers. is het misschien een nummer wat ze graag luisteren voor of na het spreken. Maar het mag ook een soort live anthem zijn. Nou, Wat je wil, je mag een nummertje toevoegen. Um... Op dit moment luister ik veel naar Noertzu Bezoeg van uh, Totenhozen. Mm. Ja. Mooi. Laatste vraag is de college toevraag. Uh, wat zou jij een beginnende uh, spreker als advies meegeven? Wat is een mooie eerste stap? Ben ik een maker of ben ik een verteller? Uh, en afhankelijk daarvan focus ik me op... Hoe, vertel ik het? hoe haal ik de alle informatie bij elkaar? Vertel ik het mooiste verhaal? Of hoe zorg ik dat ik het meest authentiek in mijn eigen pas is? Ja. Hele mooie tip. Rick, dankjewel. Graag gedaan.